The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For 10 euros a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Welkom bij Pateo Televisie, uitgezonden via CCN, ConsciousConsumerNetwork.tv. Mijn naam is Johan Oldenkamp en ik ben de gastheer van dit programma. En zoals ik het iedere keer tot nu toe heb gedaan, mocht je het nog niet eerder hebben gezien, dan weet je het misschien nog niet, maar kijk je vaker, dan weet je het. Ik ga mijn scherm nu delen en dan ga ik starten met een presentatie. Hopelijk is het gelukt. Het onderwerp van deze aflevering is subatomaire geometrie. En dat komt omdat het een herhaling is van de aflevering van afgelopen zaterdag. En toen hebben we het gehad over tetrionics, daar ga ik straks veel dieper op in, met een gast uit Australië. Allereerst spreekt deze Australische gast geen Nederlands, dus hij had sowieso nu niet gekund. Maar had hij wel gekund, dan was het ook 4 uur 's nachts voor hem geweest. En dat is ook niet echt een hele gunstige tijd om een live televisieprogramma te doen. Dus vandaar dat ik het in mijn eentje doe en dus zonder gast. En dat is een beetje paradoxaal, want de serie die ik nu doe zijn allemaal video-interviews. En daar is nu geen gast om te interviewen, dus je zou kunnen zeggen, ik interview mijzelf deze keer. Goed, het is nu 5 november 2015. En het is dus een Nederlandstalige herhaling van de Engelstalige aflevering die al is uitgezonden. En zoals ik laat zien is het een onderwerp wat eigenlijk een toegepaste aspect is van Holy Science. Ja, nu is hij wel goed. Tijdstip waarop dit nu wordt uitgezonden. In de tijdzone waar ik nu ben is het 8 uur 's avonds. Dat is ook het moment waarop Pateo Televisie begint. Iedere donderdagavond van 8 tot 10 uur 's avonds Centraal Europese tijd. En het wordt rechtstreeks uitgezonden, rechtstreekse televisie, via het internet. En dat het vrij uniek is. Dat komt omdat er een station is, CCN, wat je hier rechtsboven ziet, het logo. En de URL staat hier onder, ConsciousConsumerNetwork.tv. En daar wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week, televisie uitgezonden. Ongeveer zo'n 25 programma's, net als Pateo TV, per week. In meerdere talen. Ik denk dat dat volstrekt uniek is en het is al bijna een jaar aan de gang. Het is op 1 januari gestart en het is nog steeds up and running. Ik denk dat dat een vrij unieke prestatie is. Goed, mijn website pateo.nl ga ik zo dieper op in. En dit is mijn Engelstalige website holyscience.org. Heb je vragen aan mij voor, na of tijdens de uitzending? Dit is mijn e-mailadres en dan kun je me ook bereiken. Dit is mijn meertalige website pateo.nl. In totaal staat er informatie in 10 talen op. Wil je naar het Nederlandstalige gedeelte, klik dan in het menu hierboven in het Nederlands. En wil je dan bijvoorbeeld alles weten over Pateo Televisie, klik hier links in het menu op Pateo TV. Dat zijn de 2 stappen die je doet om te komen bij het archief van Pateo TV in het Nederlands. Dit is mijn Engelstalige website. Dus de voorgaande pateo.nl vind je in verschillende talen, onder andere Engels, maar ook andere talen. Maar dit is dus een volledig Engelstalige website, holyscience.org. En hier vind je uiteraard ook alles van Pateo TV, maar dan alleen in het Engels. Dus alleen de Engelstalige afleveringen vind je op deze website. En alle Engelstalige boeken en alle Engelstalige artikelen enzovoort. De eerste 7 afleveringen van Pateo TV, die vormen een soort eenheid. En de voorkantjes die ik erbij gemaakt heb, die zie je hier.
allemaal verschillende onderwerpen, maar die hebben toch nadrukkelijk iets met elkaar te maken. Zo zie je dat heel duidelijk het eerste en de laatste weer aflevering weer in elkaar grijpen. Nou, die is volledig uitgezonden in het Engels. Hier zie je de voorkantjes van de Engelstalige afleveringen. En uiteraard zijn ze ook allemaal uitgezonden in het Nederlands. Ja, heb je moeite om deze afleveringen te vinden op YouTube? Kijk je bijvoorbeeld nu naar YouTube en je wilt ook deze zien? YouTube werkt niet altijd even handig. Je kunt wel gaan zoeken op Pateo TV, maar dan krijgen ze misschien niet in de goede volgorde, zoals je misschien zou willen kijken. Dus het beste is dan gewoon om naar pateo.nl te gaan en dan vind je alle afleveringen in de volgorde zoals ze zijn uitgezonden. Want dat is wel belangrijk. Iedere aflevering bouwt voort op een voorgaande. En als je niet in de juiste volgorde kijkt, niet de chronologische volgorde, dan kan het zijn dat je sommige stukjes niet goed kunt volgen. Daarna heb ik nog 6 afleveringen gemaakt. Die vormen ook een soort eenheid, maar wat minder sterk dan de eerste 7. Deze onderwerpen zijn erg divers. De eerste gaat bijvoorbeeld van deze nummer 8, is dat dan over de menselijke geschiedenis, die toch iets anders is dan ons is voorgehouden. Aflevering 9 is een hele belangrijke voor deze uitzending, want ik ga hier eigenlijk op door. Wat zeg maar in aflevering 9 is besproken, dat komt nu nog een keer aan bod, maar dan vanuit een hele andere invalshoek. Ja, ik ga ze niet allemaal bespreken, maar vind je Pateo TV interessant, dan raad ik je aan om ook deze 6 vervolgafleveringen te bekijken voordat je de video-interviews bestudeert. Hier zie je ze in het Engels op YouTube. En aflevering 8 was zo bijzonder dat die ook in meerdere talen is uitgezonden. Dus niet alleen in het Engels en in het Nederlands, maar ook in het Spaans, Frans, Arabisch, in het Duits en in het Italiaans. Dus in totaal in 7 talen. En hier zie je de Nederlandstalige voorkantjes op YouTube van de afleveringen 8 tot en met 13. Nou, er zijn mensen die vinden de kwaliteit van de video's op YouTube niet goed genoeg. Weet dan dat er een HD-versie is, High Definition. Dus hogere kwaliteit, hogere resolutie. En die kun je bekijken wanneer je een pledger wordt. Wanneer je zeg maar lid wordt van CCN voor 10 euro per maand. En dan kun je deze afleveringen daar kijken in hogere kwaliteit. En zelf downloaden en wat je ermee wilt doen. Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu starten met deze aflevering. Deze Nederlandstalige versie van de aflevering die al het Engels uitgezonden is onder de titel Tetrionics. En wat dat precies betekent ga ik zo uitleggen. Dat heeft alles te maken met het woordje tetra, Latijn voor 4. Grieks voor 4 moet ik het goed zeggen. En dat was een uitzending samen met Calvin Abraham, een Australische jongeman. Ongeveer mijn leeftijd en... hij heeft een hele bijzondere theorie ontwikkeld. En die theorie heeft hij geometrisch volledig onderbouwd. En daardoor was ik gelijk super enthousiast. Want ja, de geometrie spreekt voor zich. Geometrie kun je niet mee liegen. Kun je niet mee sjoemelen. Het klopt of het klopt niet. Zo simpel is het. En dat is iets wat mij bijzonder aansprak. Vandaar dat ik me erin verdiept heb. En toen zag ik dat het eigenlijk volledig in lijn is met Holy Science. Sterker nog, het vult Holy Science op een prachtige manier aan. En ik zie het als een applicatie, als een toepassing van een deelgebied. Namelijk het deelgebied van de subatomaire en de atomaire werkelijkheid. Als je naar zijn website gaat, van Calvin Abraham, hier zie je trouwens een foto van hem. Misschien ook wel leuk om te vertellen. Hij is al zo'n 8 jaar bezig hiermee, maar hij heeft tot nu toe zijn gezicht nergens laten zien, behalve natuurlijk de mensen die bij hem in de buurt wonen, die hem wel eens tegenkomen. Maar op internet was geen enkele manier een foto of video van hem te zien, omdat hij zijn gezicht niet... op de voorgrond wilde hebben. Hij wilde de theorie, Tetrionics wilde hij op de voorgrond hebben. En vandaar dat hij dat altijd stil heeft gehouden, of achter heeft gehouden. En ik denk dat hij daar ook gelijk heeft. Het gaat immers niet om de boodschapper, het gaat om de boodschap. En soms wordt de boodschap toch een beetje verstoord door de manier waarop mensen reageren op de boodschapper. Ik heb daar soms ook wel last van, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Hoe dan ook, hij heeft zijn gezicht wel laten zien afgelopen zaterdag in de live uitzending van Pateo TV over Tetrionics in het Engels. En die aflevering kun je inmiddels ook op YouTube vinden. En natuurlijk uiteraard op pateo.nl en op holyscience.org. Ja, en wat we nu dus gaan doen is een Nederlandstalige versie daarvan. Waarbij ik dus het volledige woord doe en de delen die Calvin Abraham heeft aangevuld, die neem ik nu voor mijn rekening. Dit is zijn website, tetrionics.com. Als je naartoe gaat, dan duurt het even voordat hij geladen is, want er staat onvoorstelbaar veel informatie op.
En deze plaatjes gaan allemaal rond. Maar je moet je voorstellen dat ieder plaatje een poster is. Een poster die je rustig in groot formaat op de muur kunt hangen. Want zoveel informatie staat erop. En hij vertelde in de uitzending dat hij 1500 van dit soort platen heeft gemaakt. Dat is onvoorstelbaar veel. En dat vertelt dus het volledige verhaal van Ted Williams. Het is heel breed. Ja, het gaat ook over biologie bijvoorbeeld. En over astronomie en noem het allemaal maar op. Kortom, het is een applicatie met heel veel aspecten. Nou, ga je naar holyscience.org, dan zie je dat er ook een artikel is gemaakt. Niet alleen de video staat daar, maar ook een korte toelichting van mijn kant. En de titel daarvan is Video Interview with Calvin Abram on Tetrionics. Nou, als je deze video op YouTube bekijkt en dit staat al niet meer in de meest recente berichtjes hier, typ je gewoon hier een woordje Tetrionics in en dan krijg je onmiddellijk het artikel tevoorschijn en dan kun je het gaan lezen. Ja, en onderaan dat artikel staan nog veel meer linkjes naar websites die informatie hebben. Dus voor de echte studenten die meer willen weten van Tetrionics, alle ingangen die er zijn, voor zover ik weet, heb ik daaronder gezet. Zo dan kun je je borstel nat maken, want er is echt heel veel informatie beschikbaar. Goed. Wat ik gemerkt heb is dat Tetrionics begint aan de fysieke kant, aan de materiekant. En ik ben begonnen aan de metafysieke kant. En ze gaan allebei naar binnen, zou je kunnen zeggen. En daar ontmoeten ze elkaar ook. Nou, om dat verhaal goed uit te leggen, begin ik helemaal aan de meest metafysische kant. En werk ik stapje voor stapje richting de fysieke kant. En dan zul je zien dat we halverwege Tetrionics tegenkomen. Holy Science begint bijna iedere keer bij de grot van Plato. Ik denk dat dat de meest belangrijke metafoor is om te begrijpen hoe onze werkelijkheid functioneert. Sommige mensen geven daar een beetje een gekke draai aan deze metafoor, maar het is eigenlijk gewoon een hele basale beschrijving van hoe de fysieke werkelijkheid ontstaat uit een werkelijkheid die voor die fysieke werkelijkheid zit en hoe die werkelijkheid ook weer op zijn of haar beurt is ontstaan uit een soort bron. Dat is in essentie de metafoor van Plato. Die meest echte werkelijkheid, althans voor onze zintuigen, dat zijn de schaduwen op de grotwand en wij zijn de waarnemers van die schaduwen. Wij zijn net als deze geketende gevangenen. Wij kunnen alleen maar de schaduwen op de grotwand zien en denken dat dat de echte werkelijkheid is. Nou, dat moet je niet letterlijk nemen, maar dat is een overdrachtelijke manier om te zeggen. Onze zintuigen vertellen ons niet over de echte werkelijkheid. Onze zintuigen vertellen ons iets over de schijnwerkelijkheid, over de Maya-werkelijkheid. En als we gaan begrijpen hoe dat functioneert, dan kunnen we snappen hoe die wereld die daarvoor zit functioneert. Ja, de gevangenen hier kunnen niet achterom kijken om te zien waar die schaduwen vandaan komen. Nou, zo kunnen wij ook niet achterom kijken om te zien waar de fysieke werkelijkheid vandaan komt. Maar we kunnen wel nadenken. We kunnen het wel begrijpen. En daar gaat Holy Science over. Het begrijpen hoe de materiële werkelijkheid ontstaat. En als we dat snappen, ja, dan zijn we denk ik een stukje verder. Ja, het is allemaal het werk van Plato. En hij heeft een dialoog hier uitgelegd tussen Socrates, zijn leermeester, en zijn broer Glaucon. Nou goed, ik ga niet allemaal in detail uitleggen, maar deze metafoor is al 2400 jaar oud ongeveer. En nog heel veel mensen snappen niet wat Plato hiermee bedoelde, vreemd genoeg. Had Plato in deze tijd geleefd, dan had hij het gehad, denk ik, over een cinema, over een bioscoopzaal. En wij zitten dan in die zaal en die is misschien zo pikkendonker dat wij alleen maar de film zien. De film die geprojecteerd wordt op een scherm. En als het echt heel donker is en we hebben ook een 3D-brilletje op en het is een 3D-film, dan kun je helemaal in die film verdwijnen en dan lijkt het alsof dat de echte wereld is. Maar dat is niet de echte wereld, dat is een projectie. Want die echte wereld, ja, wat is die echte wereld? Die echte wereld is in dit geval de projector met een tape erin, met een filmtape. Die filmtape die is op zich levensloos, die doet niks. Die is dood zou je kunnen zeggen, statisch. Maar op het moment dat die tape in een apparaat terechtkomt wat functioneert, dan worden die plaatjes één voor één getoond en krijgen wij de illusie van moving pictures, van bewegende beelden. Nou, en zo functioneert ook onze totale werkelijkheid. Wij krijgen de illusie dat het allemaal echt is, maar het is niets anders dan een gecreëerde projectie, een illusie. En we kunnen nog een stapje verder gaan door niet naar een 3D film te kijken, maar naar een 3D holografische projectie. Deze meneer hier links, die kijkt naar een auto die zich boven de tafel lijkt te bevinden. Maar die komt uit dit apparaatje geprojecteerd.
Dus die auto is er niet echt. Hij kan bij wijze van spreken zo zijn hand er dwars doorheen steken. Maar het leuke is, het lijkt wel echt en niet. Die motorkap kan ook open en je kunt er ook in kijken. Dus je krijgt een hele goede indruk van hoe die driedimensionale wereld eruit ziet. Nou, tegenwoordig is de techniek al zo ver ontwikkeld dat we een holografische projectie niet meer kunnen onderscheiden. Of niet meer heel goed kunnen onderscheiden van een mens van vlees en botten. Deze meneer hier rechts, dat is iemand die, waar je in kunt knijpen. Die roept dan ook au als het te hard is. Maar dit is een holografische projectie, deze mevrouw. Die staat daar niet echt. Die wordt geprojecteerd door een apparaat. Tegenwoordig zijn er popconcerten. Daar doen een overleden artiest mee. En mensen vinden dat erg verwarrend, want hij lag toch onder de zoden, om het zo maar te zeggen. En toch staat hij op het podium, of hij of zij. Dat kan tegenwoordig allemaal. Dus we snappen dat een holografische projectie technisch mogelijk is. Maar Holy Science laat zien dat ook deze meneer en ook het totale publiek en eigenlijk alles een holografische projectie is. Maar dan niet op een technische manier, maar op een volledig natuurlijke manier. Maar het is een projectie, zou je kunnen zeggen. Een holografische 3D-projectie vanuit de wereld die we niet kunnen waarnemen in onze zintuigen. Die schaduwwereld, dat is de wereld die we waarnemen met onze zintuigen. Dat is die driedimensionale wereld. Ja, de wereld van de materie, van de manifestaties. En die wereld die daarvoor zit, dat noem ik de proto-wereld. Ja, dat is een soort sluier en we kunnen niet voorbij de sluier. Maar aan de andere kant van de sluier, daar vinden we de proto-wereld. En proto betekent eerste. Ja, prototype is ook iets wat je eerst maakt en daarna wordt de rest in productie genomen. Dus dit is de eerste wereld in vergelijking met deze wereld. Maar er zit nog een bronwereld voor. Alleen dit is de wereld van pure potentie. Daar is verder geen dynamiek. Ja, dit is een stille wereld. Net zo goed als de filmtape stil is. Maar je kunt in principe oneindig veel filmen opnemen. En die komen allemaal op een tape terecht. Ja, en hetzelfde kun je naar DNA kijken of wat dan ook. Het is allemaal informatie. Vanuit die informatie wordt energie gecreëerd. Levensenergie wordt tot leven gebracht, zou je kunnen zeggen. En dat zorgt voor een projectie in de 3D-schaduwwereld. Nou, dit is even in het hoofdlijnen de basisgedachtegang van Holy Science. In mijn dikke boek ga ik daar veel dieper op in. Maar voor nu is het denk ik wel genoeg. Dus je zou kunnen zeggen, de bronwereld bestaat uit een string, uit een rij coderingen. Ja, dit lijkt heel abstract, maar het is heel concreet. Als je naar DNA kijkt, is het niets anders dan dit. Alleen dan heb je 4 mogelijke combinaties die altijd met 1 andere tegencombinatie zitten. Maar je kunt het zien als een string, als een reeks van codes achter elkaar. Een lineaire reeks, een eendimensionale reeks. En wanneer je 2 van dat soort reeksen combineert, zeg maar lengte en hoogte. Of eentje komt van links naar rechts en de andere gaat van beneden omhoog, hoe dan ook. Dan krijg je een 2-dimensionaal vlak. Met ieder puntje heeft dan een combinatie van 2 coderingen. Nou, zo kun je die bron, die protowereld zien als een combi van 2 stringen. Ja, om een voorbeeld te geven, de Matrix, ik heb het al eerder besproken in de eerste serie. De Matrix zie je ook al die cijfertjes voorbij komen op een soort groen scherm. Maar dat is niets anders dan de broncode. En die broncode vertaalt zich in een dynamisch veld. En dat is de tweede wereld, die protowereld. En vanuit het dynamische veld ontstaan 3-dimensionale vormen, 3-dimensionale projecties. En dat is de wereld die wij kennen, die 3D-wereld. Heel veel mensen praten over de 4e dimensie en de 5e dimensie. Ik heb het al vaker gezegd, voor mij is dat totale onzin. In mijn eerdere boeken heb ik daar ook wel over geschreven. Ik dacht ook dat het zo was. Maar hoe meer ik me erin verdiept heb, hoe meer ik erachter kwam dat gewoon niet kan bestaan. Ja, dat is fantasie. Mensen vluchten uit de werkelijkheid en gaan naar 4D, 5D en weet ik wat allemaal. Maar dat is onmogelijk. 2D is de bronwereld, de wereld die ervoor zit. En 1D is de wereld die ervoor zit. En dat is helaas niet meer. Of helaas, het is wat het is. Ja, de schaduwwereld, de protowereld en de bronwereld. Nou, die driehoekjes, je zag het net ook even hier. Hier zit een driehoek tussen en daar zit een vierkant tussen. Want dit gaat van 1 naar 2. En dit gaat van 2 naar in totaal 4. Dat zijn de grote stappen als je kijkt naar hoe de dingen ontstaan. En de vorm van het driehoek die komt uitgebreid terug vandaag. Want dat is de basisvorm van tetrionics. Of tetrionica in het Nederlands gezegd. En de eerste stap is de stap van de bron naar de protowereld. En dat is een splitsing. Een splitsing van
het geheel, wat je ook als symbool van Dao mag noemen, want er zit yin en yang door elkaar heen. Ja, het is niet van elkaar te scheiden, maar op het moment dat het wel gescheiden wordt, dan krijg je yin en automatisch tegelijkertijd yang. Die splitsing, die vindt hier plaats, maar je kunt niet één van de twee krijgen. Op het moment dat je één krijgt, krijg je altijd ook de ander. Het is alsof je een papier door midden knipt, je hebt altijd de ene helft, maar je hebt dan tegelijkertijd ook die andere helft. Zo kun je yin en yang zien. Het is voortgekomen uit een heelheid, een eenheid. Dat is de essentie van de wereld. De wereld is voortgekomen uit een heelheid en splitste zich daarna in een tweeheid. En dat is ook precies zoals de Genesis 1 staat. Lees het beginstukje nogmaals na. En daarna gaat de yang, want een driehoek met een punt omhoog is yang en een driehoek met een punt naar beneden is yin, die splitst zich vervolgens nog een keer. En dan krijg je twee yangen en twee yinnen. Dit is lucht, dit is vuur, dit is water en dit is aarde. Ik ga er straks dieper op in, maar dit zijn de vier essenties of de vier protokrachten. Ja, sommigen noemen dit elementen, maar dat is heel verwarrend, want dit is nog niet in de fysieke wereld als zodanig aanwezig. Het manifesteert zich wel in de fysieke wereld, dat gaan we straks laten zien. Gaan we zo dieper op in. Maar dit is in principe allemaal nog in de proto-wereld. Ja, dit zijn de vier proto-energieën, zou je kunnen zeggen. Levensenergieën, ki, chi, prana, hoe je dat ook noemt. Vier smaken. Het is dus in principe een eenheid en die eenheid splitst zich in een yang gedeelte en in een yin gedeelte. En deze ruitvorm, die komt straks ook nog heel veel terug. Ja, maar yang kun je zien als aan en yin kun je zien als uit. Ja, yang kun je zeggen is 1, yin is 0. Of yang is uit en yin is in. Hey, nu is het verwarrend, want dit lijkt uit, maar dit is aan en uit en dit is naar buiten en dit is naar binnen. Beetje verwarrend in het Nederlands. Ja, de streepjescode, een onderbroken streep is yang en een doorgetrokken streep is yin. Ja, een doorbroken streep. Nou, nu gaan we naar de getallen toe. Wij noemen dit kwadraatgetallen, maar ja, het is ook een gelijkbenige driehoekgetal, zou je kunnen zeggen. Want als je gaat tellen, dit is één driehoek. En dan zitten er 3 onder en dat geeft samen 4. Dan zitten er 5 onder en dat geeft samen 9. Dan zitten er 7 onder en dat geeft samen 16. En dan totaal 25 en dan 36. En dit gaat tot in oneindige door. Dus de som van alle driehoeken, van alle, iedere, het maakt niet uit hoe diep je maakt, hoeveel lagen je maakt. Het totaalgetal is altijd een getal wat een kwadraat is, wat overeenkomt met de lengte van de onderste rij. Ja, het aantal in de onderste rij. Nee, dat zeg ik niet goed, van een aantal rijen en daar een kwadraat van. En dat is ook iets wat Athanasius Kircher, een Duitse jezuïet, in zijn werk heeft opgeschreven. Hij vond die getallen ook zeer bijzonder. Ja, en hij noemt het ook hier, kwadraten. Ja, keer, kwadraat, kwadraten. En dit zijn de instanten, de aantallen. Dus 1 tot en met 3, 1 tot en met 5 enzovoort. Dus horizontaal was geteld en links zie je het aantal rijen met de kwadraten erbij. Heel bijzonder. Ja, dus hier zie je eerst eerste rij en dan 2, 4, 3, 9, 4, 16 en zo. En hieronder staat nog iets van de snelheden. Nou, wat hij daar precies mee bedoelt, dat heb ik nog niet helemaal scherp. Maar ik vind wel opvallend dat hij ook met zo'n driehoekvorm en met de kwadraten naar voren kwam. En ik denk dat het belangrijk is om dat te begrijpen. Ik heb het niet zo met jezuïeten, dat weet je misschien als je naar deze afleveringen kijkt. Maar misschien zijn ook de jezuïeten weer misbruikt. In ieder geval weten ze heel erg veel. En gebruiken ze volgens mij nu de kennis niet helemaal ten goede van de mensheid. En hebben ze een eigen agenda. Of worden ze bespeeld, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, kennis is er zeker. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Dus die kijken waarschijnlijk niet naar een aflevering van Pateo TV. Ik denk dat ze dit soort dingen al lang weten. Ja, dus we noemen dit kwadraatgetallen. 1 kwadraat, 2 kwadraat, 6 kwadraat enzovoort. En de getallen staan hieronder. En dat zijn inderdaad de aantallen. Hier zie je 1. Hier zie je 1 plus 2 plus 1 is 4. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 is 9. Enzovoort. Maar niet uit hoe diep je gaat. Je ziet iedere keer weer die kwadraatgetallen terugkomen. Want als we noemen het kwadraatgetallen, maar kwadraat is een verwijzing naar vierkant. Maar je ziet hier helemaal geen vierkant. Je ziet hier ruiten.
Dus we kunnen het ook ruitgetallen noemen. Of driehoekgetallen. Ja, hier zie je nog zo'n ruit. In dit geval staat een 8 in het midden. En als je al deze groene vierkantjes optelt, dan kom je tot een totaal van 64. Ja, en dat gaat niet alleen voor 8, maar dat gaat voor ieder aantal in het midden. En dan kun je zo representeren. 1 en dan 1, 2, 1 is de volgende ruit. Ja, nu staan de getallen horizontaal, maar het is de vorm van een ruit. Wat je hier ziet, weergegeven, is deze reeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaat hij weer terug. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus dat is deze reeks. En zo kun je ze allemaal maken. Nou, hoe kun je begrijpen dat die kwadraatgetallen hier inderdaad ontstaan? Nou, een kwadraatgetal kennen we. Dit is een vierkant met de zijdelengte a. Dus de oppervlakte is a kwadraat. Maar als je er nu een gelijkbenige driehoek in, of een gelijkzijdig is dat dan. Gelijkzijdig en gelijkbenig, als we dat doen elkaar. Dus een gelijkzijdige driehoek. Tot aan het midden van de bovenkant. Dan knip je de rode driehoek eraf en de blauwe knip je er ook af. En die plak je aan de onderkant en dan krijg je dit. En zo zie je dat de oppervlakte van deze ruit gelijk is aan die van het vierkant. Dus heeft een breedte van a en een hoogte van 2a. Ja? En zo kun je zien dat dat hetzelfde is. Dus ruiten hebben ook een soort kwadratenoppervlakte als dit a is en die andere is 2a. Ja, eenvoudige geometrie, maar het is misschien goed om het even te begrijpen. En die kwadraatgetallen die kun je op een bijzondere manier schrijven, althans wanneer je er het dubbele ervan neemt. Ja, we nemen nu het dubbele van de kwadraatgetallen. En dan krijg je 2 keer 1 kwadraat, 2 keer 2 kwadraat, 2 keer 3 kwadraat, 2 keer 4 kwadraat. En dit is heel belangrijk, want deze getallen komen voor in de subatomaire wereld. Daar gaan we straks dieper op in. En dit getal, 2 keer 1 kwadraat is natuurlijk gewoon 2, kun je schrijven als 2, maar je kunt ook schrijven als 1 plus 1. En dat zijn allebei ruitgetallen. Dit is een hele eenvoudige ruit, maar nu worden ze wat ingewikkelder. Want het is 2 plus 4 plus 2. Dat is namelijk 8. En 2 keer 2 kwadraat is 8. Maar je kunt ook schrijven als 1 plus 3 plus 3 plus 1. Dat is ook een ruitvorm. Dit is ook weer een ruitvorm. Ja, dan gaan we naar 2 keer 3 kwadraat, 18. En dit is 2 keer 4 kwadraat, 32. Ja, en 32 kun je zo schrijven met 1 cijfer in het midden. Dat geldt voor deze vorm al, met 1. Maar hier hebben we de 2 cijfers die gelijk zijn in het midden. Maar het is allebei een ruitvorm. Ja, hier zit het midden van de ruit precies tussen de 2 gelijke cijfers. En hier zit het midden van de ruit precies op het middelste hoogste cijfer. Ik hoop dat jullie nog steeds mij kunnen volgen. Het is niet zo heel ingewikkeld hoor. Maar het is denk ik bijzonder om naar die getallen te kijken. Want je kunt ze dus zo uit elkaar trekken als het ware. En dan krijg je dus vormen, geometrische vormen, tweedimensionale vormen. En die kun je dus weer op deze manier weergeven. Wat je hier ziet is 1 plus 3 plus 4 plus 5. En dan 5 plus 4 plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7. 7 plus 5 plus 3 plus 1. En dat is wat we hier zagen. 1 plus 3 plus 5 plus 7. 7 plus 5 plus 3 plus 1. Ja, zo kun je het weergeven in eentjes. En dan krijg je nog een keer die ruitstructuur. Nou, die coderingen, zoals ik net al aangaf, kun je dus zien als een horizontale rij en een verticale rij die bij elkaar komen. Allebei eendimensionale rijen, maar gecombineerd levert dat een soort combicode op. En die combicode kun je uitdrukken in een combinatie van een eentje en een nulletje. Oftewel, met streepjescode krijg je de onderste is een... de bovenste is een elektrische score en de onderste is een magnetische score. Ja, de elektrische score kan aan of uit zijn, de rode. En de magnetische kan ook aan of uit zijn. En dan krijg je dus 4 combinaties. 2 keer 2 is 4. 4 mogelijke posities. 4 mogelijke coderingen op ieder kruispunt. Van een eentje en een nulletje. En die 4 coderingen, ja, die komen uiteraard overeen met de 4 essenties. Met de 4 proto-essenties. Wanneer het allebei aan is, dus 2 streepjes, 2 onderbroken streepjes, dan is het vuur. Dit is het meest yang-symbool. En dit is het meest yin-symbool. 2 yin-streepjes, 2 doorbroken streepjes. Dan is water. Nou, de onderste geeft het geslacht aan. Dit is een doorbroken streep. Dus dit is een vrouwelijke energie met een punt naar beneden, yin. En hier is de onderste streep doorgetrokken. Dus krijgen we een mannelijke driehoek. En dit is yang. Ja, maar omdat het boven een vrouwtje is... is het geen vuur, maar is in dit geval lucht. En omdat het
Hierbovenste een mannetje zijn geen vrouwtje. Yang is geen yin, is het aarde. Ja, mijn andere video's leg ik er nog wat dieper uit. Maar zo krijg je die vier smaken, de vier essenties. Vrouwtjes staan meestal onder en de mannetjes staan meestal boven. Dat wil niet zeggen dat de mannetjes de baas zijn over de vrouwtjes. Dat is een volkomen verkeerde conclusie. Het is meer dat de yang-energie omhoog willen en de yin-energie willen omlaag. En onze voorouders gaven dat weer aan de hand van een soort natuurwezens. En er zijn ook mensen die ze kunnen zien. Die zijn in staat om die energieën te detecteren. En ik denk dat in hun verstand, in hun hoofd, ergens een soort beeld wordt gemaakt. Maar goed, daar ga ik niet dieper op in. In ieder geval kunnen sommige mensen dit waarnemen. Ja, bijvoorbeeld Ring Portfield kennen we allemaal. Niet meer onder ons op deze planeet. Maar hij zag echt kabouters. Aardmannen. En of ze er zo uitzagen, weet ik niet precies. Maar in Engels worden ze gnomes genoemd. En dat zijn de wezens die overeenkomen met de energie van aarde. De essentie aarde. En een salamander komt overeen met de essentie van vuur. En het woord salamander komt ook van een vuurwezen. Want salamander in het Persisch betekent vuur aan de binnenkant. Ja, daar is een combinatie van. Dus ja, de naam van dit wezen, zoals we dat gegeven hebben, deze kunnen we allemaal waarnemen. Maar blijkbaar dachten onze voorouders dat je hier soort vuur in zat. Nou, bij draken zien we dat nog steeds. Ja, draken kunnen we volgens mij niet waarnemen. Maar er is wel een associatie met vuur. Dus er zijn vuurwezens. En we hebben ook een vuursalamander. Luchtgeesten hebben we ook. Sylphs. Ja, er zijn mensen die denken dat deze de chemtrails opeten. Nou, je mag alles denken wat je wil. En dan hebben we nog de undines in het Engels. Undines. En in het Nederlands zeggen we waternimfen. Dus dat zijn de wezens die overeenkomen met de essentie van water. En de luchtgeesten komen uiteraard overeen met de essentie van lucht. En zo kunnen we deze energieën die niet in de schaduwwereld aanwezig zijn, althans niet in de materiële zin, voorstellen als toch iets waar we mee kunnen communiceren. Ja, dat helpt ons om daar contact mee te maken. En we hebben ook vier bewustzijnsfuncties. En die functies die zijn uiteraard één op één gekoppeld met deze proto-essenties. We kunnen nadenken, cognitie, verstand, dat is lucht. Ons verstand heeft lucht nodig om te kunnen functioneren. Water is gevoel, is emotie. Dus dat is de tweede functie. We kunnen voelen. We kunnen waarnemen. We hebben vijf zintuigen tot onze beschikking. En daarmee kunnen we zien, horen, ruiken enzovoort. Dat is deze functie. En we kunnen tot actie overgaan. We hebben spieren. En die spieren kunnen we gebruiken om bewegingen te maken. Dat is actie. Actie en cognitie, oftewel denken en doen, dat zijn de twee mannelijke functies. Die gaan als het ware naar buiten. Ja, die gaan beginnen uit een punt en die gaan steeds verder naar buiten. Terwijl emotie en perceptie, dat komt naar binnen. Wat we voelen, dat is opeens in ons. We hebben eigenlijk geen idee waar het gevoel vandaan komt, maar het is er wel. Het komt naar binnen. En dat geldt ook voor waarnemingen. Het komt van buiten, prikkeling van buiten, die onze zintuigen activeren. En die signalen worden doorgegeven naar onze hersenen. En daardoor kunnen we waarnemen. Dus waarnemen en emotie gaat naar binnen. En cognitie en actie gaat juist naar buiten. Ja, yang is uit, yin is in. En een hele oude theorie gaat over humeuren van mensen. En we hebben het woordje humeur nog wel. Dat heeft vaak een negatieve connotatie. Maar je hebt eigenlijk vier soorten humeuren. En dit is de meer vrolijke humeur. Sanguine in het Engels. Ja, dus bij deze mensen kun je vaak veel lol maken. Is het plezierig. Deze mensen kun je tot grote daden komen. Veel actie. Je krijgt daar veel energie van. En ze zijn actiegericht, maar ze kunnen ook snel geïrriteerd raken. Dat zie je in dit gezichtje. Melancholische mensen, dat woord hebben we nog steeds in onze taal. Melancholisch, die gaan de diepte in. En die zijn ook altijd heel serieus, of nog wel serieuzer dan anderen. Dus je kunt je hele serieuze, diepgaande gesprekken mee voeren. En de flegmatische mensen, daar kun je heel goed mee relaxen, mee ontspannen. Die zijn heel chill, die vinden eigenlijk bijna alles wel goed.
Dus dat is heel, heel makkelijk in de omgang. Nou, deze theorie is in de 4e eeuw ongeveer ontstaan. En die heeft tot 18e eeuw ongeveer gefunctioneerd. Dus zeg maar 2200 jaar lang konden we hier prima mee uit de voeten. Ook ziektebeelden konden hieraan gekoppeld worden enzovoort. Ik kan er bijna 2 uur lang wel over praten. Dat ga ik niet doen, dat gaat nu over iets anders. Maar als je meer over wil weten, verdiep je nou alsjeblieft in Holy Science. Want het is echt heel belangrijk om dat te begrijpen. Dus het is niet alleen psychologie, het is ook gewoon gezondheidsleer. En dat is gecombineerd. En het was tot die tijd ook gecombineerd. Alleen de farmaceutische industrie vond dit toch een beetje bedreigend. Dus hebben we hier afscheid van genomen zogenaamd. En is dit niet langer wetenschappelijk? Nou, ik zie dat toch ietsjes anders. Ik denk dat wat er nu wordt verteld bij de universiteiten niet meer wetenschappelijk is. En dat dit wel degelijk wetenschap is. Dit is in ieder geval een belangrijk onderdeel van Holy Science. Ja, en wil je daar meer over weten in dit dikke boek, want het is 540 bladzijden, heb ik het helemaal uitgewerkt. En natuurlijk nog veel en veel meer. Maar alles wat je wil weten over de humeuren staat daarin. Met zelfs een bijlage, met nog allemaal tabellen waarin je kunt kijken hoe je jezelf in elkaar steekt en andere mensen. Ik denk dat het heel, heel waardevol is. Ja, ik maak bijna iedere keer reclame voor dit boek, maar nogmaals, de uitzendingen die ik doe is niets anders dan mensen te interesseren voor een wetenschap die veel en veel verder gaat dan wat op de universiteiten wordt verteld. En bovendien een wetenschap die ons ook veel meer helpt om te begrijpen hoe dingen echt functioneren. Je kunt het als e-book aanschaffen, dus dan krijg je digitaal. En dan kun je het als pdf-bestanden lezen, het zijn in totaal 10 pdf-bestanden. Kost je dan €30. Maar je kunt het ook als gedrukt exemplaar bij mij aanschaffen. Er zijn niet heel veel meer, want ik heb het in kleine oplagen laten drukken, want het kost hartstikke veel geld. Maar als je dat wil, kan dat. €75 kost het dan. Ja, het is volledig in kleur uitgevoerd. Ik heb het nu niet bij de hand op laten zien, maar geloof mij maar, anders laat ik het de volgende keer wel zien. Het gaat dus over deze 4 essenties. Lucht, vuur, aarde en water. En ik hanteer deze kleuren, want dat is voor mij de meest logische kleur. En bovendien rood en blauw vormen een soort koppel, die liggen tegenover elkaar. En zwart en wit liggen ook tegenover elkaar. Ja, het is nu weer tijd van Zwarte Piet en Sinterklaas. Nou, dat gaat hierover. Dit is Sinterklaas en dit is Zwarte Piet. En verder is er niet zoveel aan de hand. Ja, dit is echt niet beter dan dit. Dit is gewoon een andere invalshoek. Maar goed, ik ga daar aan het eind van deze uitzending nog wel iets meer over zeggen. En wanneer je ze een beetje draait, dan kun je heel duidelijk de 2 dimensies zien. Ik doe dat omdat ik hem straks rechtop ga zetten. Ja, je kunt ook gewoon hier die 2 dimensies al aangeven. Niet zo moeilijk, de andere kant op. Maar ik ga straks draaien. En dan is deze dimensie, die door het witte en het zwarte gaat, dus het blauwe en het rode van elkaar uittrekt, dat is de elektrische dimensie. En dit is de, die trekt wit en zwart uit elkaar natuurlijk. En dat blad wat rood en blauw uit elkaar trekt, dat is de magnetische dimensie. Ja, dus rood en blauw is magnetisch en wit en zwart is elektrisch. En zo kun je die 2 dimensies zien. En de elektrische dimensie staat altijd haaks op de magnetische dimensie. Ja, dat weten we ook uit de zogenaamde verschijnsel van elektromagnetisme, maar daar ben ik tegenwoordig ook een beetje kritischer over. Volgens mij klopt die theorie niet helemaal. Maar dat heb ik in aflevering 13 al besproken. Wat ik wel denk dat waar is, en daar is ook heel veel bewijs voor, is dat die 2 dimensies haaks op elkaar staan. Dus dat zie je. En nogmaals, dit is in de 2e dimensie. Ja, er zijn ook maar 2 dimensies in de 2e dimensie. 2e dimensie, daarom heet het ook zo. Maar dit is dus een plat vlak. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Ja, deze theorie begint in het platte vlak, begint in de protowereld. Dit is de protowereld. En daar vinden we die 4 essenties. En nu zijn ze uit elkaar getrokken. Dat wil zeggen, duidelijker aangeven, dit is de negatieve elektrische kant. En dit is de positieve elektrische kant. Nou, laat ik het anders zeggen. Hier gaat het eruit en hier gaat het erin. Ja, maar omdat er iets negatiefs uitgaat, is dit eigenlijk een minnetje en is dit een plusje. Maar goed, dat komt straks allemaal wel. Dit is in ieder geval de elektrische dimensie. Hier gaat de elektriciteit uit en hier gaat die in. Dus de elektriciteit, zou je kunnen zeggen, gaat er zo doorheen. Alleen we hebben het
anders gedefinieerd. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar goed, daar ga ik er nu niet over hebben. Voor nu is het elektriciteit gaat er hierin en gaat er daaruit. De elektrische lading. De ladingsdragers. En magnetisme gaat er hierin en magnetisme gaat er daaruit. Ja, dus dit is de magnetische beweging. In, uit. Die gaat van links naar rechts. Terwijl de elektrische van laag naar hoog gaat. Van beneden naar boven. Nou, dit noemen we dan de magnetische noordpool, waar het uitkomt. En de magnetische zuidpool is waar het ingaat. Ja, maar het is allebei in en uit. Dit is yang, dit is yin. Dit is yin, dit is yang. En zo zie je die kleuren kloppen precies. En dit zijn twee yang kleuren en dit zijn twee yin kleuren. Ja, misschien gaat het te snel, ik hoop het niet. Maar de kernwoorden zijn in en uit. Die zijn yin en yang. En die vier essenties. En je ziet dat de theorie nog steeds volledig in een overeenstemming is met Holy Science. Sterker nog, het is Holy Science. Nu doen we alles in één. Dat wil zeggen, nu maken we er een eenheid van. Ja, we hebben nog steeds diezelfde dimensies, want het is nog steeds de proto-wereld. Dus dit is nog steeds de magnetische as en dit is de elektrische as. Maar nu zie je dat dit elektrisch min is. En dit is elektrisch plus. Ja, want hier gaat het erin, dus hier ontstaat het. Hier krijg je een ophoping en daar gaat het er weer uit, dus daar krijg je dan een tekort. Dit is de Zuidpool en dit is de Noordpool. Nou, deze diamantvorm, deze ruit, dit is de basisvorm van tetrionica, waar we zo nu naartoe gaan. Maar die basisvorm deelt zich in twee delen. En dat zie je hier. Dus nu komt de splitsing. De splitsing tussen een positief deel, het zwarte deel is eigenlijk positief, en het witte deel is eigenlijk negatief. Maar ook dat slaat ik voor nu maar weg, want het is vaak verwarrend. We hebben in ieder geval een wit en een zwart deel. En ze hebben allebei een magnetisch noorden en een magnetisch zuiden. Dus die magnetische dimensie, over die lijn is het zeg maar doorgetrokken. En dus betekent dat een elektrisch positief deel is en een elektrisch negatief deel. En deze vorm noem ik de trion. Ja, een beetje moet een naampje hebben. Dus je hebt een plus trion en een min trion. En ik zal straks dat ook wat duidelijker laten zien. Maar op het moment, misschien kun je het even voor mijn camera zien. Dit is een, is het zo duidelijk zien? Dit is een plus trion. Als je hem langzaam omdraait, dan zie je dat de achterkant is een, weerkaast een beetje, is een min trion. Ja, dus het zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ik doe straks de camera, doe ik het scherm even klein. En dan wordt mijn gezicht groter en dan laat ik de plaatjes wat duidelijker zien. Maar je kunt ze dus omdraaien. Want als op de ene kant een plusje staat, staat op de andere kant een minnetje. Ja, je kunt ze horizontaal omdraaien, verticaal, maakt niet uit. Nou, de oriëntatie is heel belangrijk. Want die magnetische oriëntatie dient altijd horizontaal te zijn. Ja, je ziet ze hier allemaal in verschillende posities liggen, maar die magnetische oriëntatie is altijd horizontaal. Ja, de zuidpool kan naar links zijn of de zuidpool kan naar rechts zijn, dat kan allebei, maar meer mogelijkheden zijn er niet. Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. En de elektrische oriëntatie is altijd verticaal. Dus de elektrische lading zit of boven of beneden. En meer mogelijkheden zijn er niet. In het begin, toen ik dat nog niet helemaal goed doorhad, want ik wilde deze theorie echt volledig begrijpen. Kelvin die praat hier verder niet over. Maar ja, ik dacht van ik wil toch snappen waarom die andere mogelijkheden niet bestaan. Dus ik heb dit allemaal bedacht. Ik heb er ook mee gewerkt. Ik heb hier modellen van gemaakt en geknutseld. Een paar dagen zoek mee geweest. Maar uiteindelijk bracht het me helemaal niets nieuws. Niks aan inzicht. Dus deze theoretische try-outs, om ze zo maar even te noemen, die kunnen allemaal weer de prullenbak in. Ik heb ze wel bewaard. Dus als ik de lezingen gegeven zou ik ze wel meenemen, dan kunnen mensen ernaar kijken. Maar ja, het past niet. Waarom niet? Omdat je die oriëntatie van het magnetisch veld en het elektrisch veld moet je op deze manier houden. Die moeten altijd haaks staan. En dan zoals je hier ziet, staan ze niet overal haaks. Deze gaat bijvoorbeeld zo en die staat een beetje schuin op.
Nou, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus die kun je rustig vergeten. Ja, dat, als je hiermee aan de gang gaat, dan bespaar je een hoop tijd wanneer je dit kunt weglaten. Ja, dus het maakt niet uit of je vanuit, dit is de negatieve als uitgangspunt genomen. En aan alle kanten krijg je dan twee verschillende mogelijkheden. Maar die kunnen dus allemaal niet. Ja, dus ik heb zelfs hele grote plaatjes gemaakt en allemaal combinaties. Ik vond het er heel mooi uitzien. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar ik zou het best als een soort behang willen. Nou, misschien is het een beetje druk voor behang. Als een soort kaft of een schilderij of wat dan ook. Het ziet er alleen wel heel bijzonder en mooi uit. Maar theoretisch is het niet mogelijk, omdat de magnetische velden... Ja, tenzij er geen magnetische velden zijn en geen elektrische velden. Dan zou je zoiets in elkaar kunnen glansen wellicht. Maar wanneer die velden er wel zijn, dan worden ze automatisch in die richtingen getrokken. En kan het dus niet bestaan. Dus de enige mogelijkheden die er zijn, zijn deze drie combinaties. Als we het hebben over twee trions die elkaar vinden onderweg. Deze aantrekking hier is een zuidpool die tegen een noordpool aankomt. Dus je kunt je voorstellen dat hier een soort hele sterke verbinding ontstaat. En die ontstaat hier ook op dit punt. En zo worden ze naar elkaar toegetrokken. Maar de elektrische ladingen, die stoten elkaar juist af. Maar als die magnetische lading sterk genoeg is, en dat is het geval hier, dan overkomt dat die negatieve gelijke lading, elektrische lading, die elkaar dus wel afstoten. En hetzelfde zie je aan deze kant. Ja, dus dit zijn dubbele magnetische bindingen die in staat zijn om die elektrische afstoting te compenseren. En het omgekeerde zie je hier. Die elektrische aantrekkingskracht is zo sterk dat die dubbele magnetische afstoting ook kan overkomen. Dus dit zijn de drie mogelijke combinaties van twee trionen. De drie mogelijke paren. En die paren, ja, die vormen bepaalde velden. Als je alleen maar paren van trionen hebt die elektrisch gekoppeld zijn, dan krijg je zo'n soort velden. Steeds een afwisseling tussen een min en een plus. Ja, zowel als je zo in de horizontaal kijkt, min, plus, min, plus, min, plus. Maar ook als je zo verticaal kijkt. En dat is denk ik wel heel bijzonder. Want dit is dan een veld wat magnetisch gebonden is. En heeft een pluspool. Alle plusjes staan aan deze kant. Een zuidpool aan deze kant. En een noordpool aan deze kant. Ja, dus dit is een magnetisch veld. Maar elektrisch neutraal. En dit zijn twee elektrische velden. Ja, die zijn magnetisch neutraal. Ja, die zie je, die zitten bij elkaar steeds. Maar elektrisch niet. Dit is heel veel elektrische negatieve lading. Of wit. En dit is, heeft een positieve lading. Dus dit is een positief geladen magnetisch elektrisch veld. Ik ben wel goed scherm. Oh, ben ik bijna van het scherm verdwenen. Oh, nee. Dus je hebt maar één soort magnetisch veld. Oh. Eén soort magnetisch veld en je hebt twee soorten elektrische velden. En die kunnen apart bestaan. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk wel. Als je met een kam door je haar gaat, dan kun je een elektrisch veld opbouwen. En als je dan iets aanraakt, dan krijg je een ontlading. Dus dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Nou, en we zagen dit is allemaal nog tweedimensionaal. Maar die tweedimensionale, vlakken, die kunnen uiteindelijk een totale bol vormen. Dus onze 3D-wereld bestaat uit allemaal tweedimensionale lijnen, zou je kunnen, of tweedimensionale vlakken, die in elkaar grijpen. En dan krijg je zo'n bijzondere torensveld. Nou, zo'n torens is ook een essentieel onderdeel van Holy Science. Maar die torens is opgebouwd uit die velden. En daar gaat een dynamiek doorheen. Nu gaan we naar de kwartetten. We hebben dus de enkelvoudige trionen gehad, we hebben net paren gehad en nu gaan we naar kwartetten. En kwartetten, dat zijn vier trionen die in een driehoeksvorm bij elkaar komen. En wat je hier ziet is een combinatie van magnetische binding. Dit is een magnetische binding en die wordt op elkaar getrokken. Die wordt op elkaar getrokken, die wordt op elkaar getrokken en deze wordt op elkaar getrokken. En zo zie je dat dit
naar elkaar toe getrokken wordt tot een geheel. En hetzelfde gebeurt uiteraard hier. Dit trekt elkaar aan, dit trekt elkaar aan. En ook deze onderste twee trekken elkaar aan. En zo wordt het naar elkaar toe getrokken. En ontstaat er een geheel. Dat kan zijn met volledig negatief of volledig positief. Maar het kan ook zijn met een combinatie van twee negatieve en twee positieve. Ja, dan zie je dat dit magnetische aantrekking is. Dit is ook magnetische aantrekking. Maar deze twee hier in het midden, die trekken elkaar aan op een elektrische manier. En dat geldt hier natuurlijk hetzelfde. Dus deze is dan elektrisch neutraal, want je hebt twee plusjes en twee minnetjes en daar ook. Maar dit is elektrisch negatief en dit is elektrisch positief. En ze krijgen dus ook drie soorten kwartetten. Want eigenlijk zijn deze twee exact hetzelfde. Ja, maken niet uit. Het lijkt in vlak het verschil te zijn, maar we gaan straks naar een driedimensionale vorm en dan zie je dat het hetzelfde is. Want wat gebeurt er met die kwartetten? Die kwartetten willen naar elkaar toe. Ja, die trekken elkaar aan en die vormen dan een eenheid. Ja, als het ware klapt het naar binnen. En dit ook. En door het naar binnen klappen, zou ik kunnen zeggen, die driehoeken aan de zijkant, die gaan omhoog en die vinden elkaar in de top. En als dat gebeurt, dan ontstaat deze vorm, de vorm van een tetraeder. En dat is de basisvorm van tetrionica. Die tetraedervorm. Dat is een hele belangrijke. Wij denken nog steeds in termen van bollen, maar tetrionica laat zien dat het eigenlijk allemaal kleine tetraedertjes zijn. En die creëren de totale dynamiek. Dus het is deze vorm. Dit is de basisvorm van de subatomaire wereld. De huidige theorie weet dat nog niet. Die houdt vast aan het idee van bollen. Maar tetrionica laat voor mij overduidelijk zien aan de hand van de geometrie die voor zichzelf spreekt, dat dit de basisvorm is. Ja? En als je kunt voorstellen, zijn er vier driehoeken die een driedimensionale vorm creëren. Tetra betekent vier, dus het is een vorm met vier driehoeksvlakken. Ja? Vier gelijkbenige driehoeken. Equilateral, triangles in het Engels. Dus die kwartetten, die vormen tetraeders. En die zien er dan ongeveer zo uit. Ja, je moet je voorstellen dat het allemaal naar achteren klapt. En dat je dan even omdraait. En dan zie je dit aan de top. En dat geldt hier ook voor. En dat geldt hier ook voor. En als je dan deze gaat bestuderen, dan lijkt deze heel anders te zijn als die. Maar dat is schijn, want aan de achterkant hier zit een plusje. En aan de achterkant daar zit een minnetje. Oftewel, het maakt niet uit hoe je ze draait. Je hebt altijd, als je hem neerlegt, twee van dezelfde en één andere. Je kunt nooit drie krijgen of een andere vorm is er niet. Dus ze zijn precies hetzelfde, alleen liggen met een andere kant omhoog. En dan krijg je deze plaatjes. Ik zal ze straks ook nog even apart laten zien, één voor één. Maar zo zien ze eruit. Ik heb ze zelf nagemaakt door het op papier uit te printen en dan uit te knippen en dan te plakken. Dus het is echt vreubelwerk, maar het is wel nuttig om het te doen, want ja, ik kan in mijn hoofd heel slecht werken met tetraeders. Het enige manier is een gekke vorm. Ja, vierkantjes is wel prima dat is het enige wat goed werkt. Maar op het moment dat je zo'n vorm krijgt, ja, weet je niet wat er gebeurt als je twee tegen elkaar houdt, of drie, hoe het er dan uit gaat zien. Ja, als je het één keer gezien hebt, weet je het, maar om het in je hoofd voor te stellen zonder vormen te maken is best lastig. Ja, want hier heb je één tetraeder. Die tweede die je er tegenaan plakt, dan krijg je een soort driedimensionale ruit. Om het zo maar even te noemen. Maar plak je er nog één aan vast, dan krijg je een soort bootje. Dan krijg je deze vorm. Nou, wat gebeurt er met op het moment dat het aan elkaar geplakt wordt? Dat is een elektrische aantrekking. Hier zie je een plus en daar een min. En die willen naar elkaar toe. Die trekken elkaar aan. Die aantrekkingskracht is heel sterk. Dus die komen plat tegen elkaar aan te liggen. Die vlakken, die worden één. En dat geldt aan deze kant ook. En zo zie je dat de drie tetraeders samen een nieuwe vorm creëren. En dat noemen we kwarkjes. Dat zijn de basisconfiguraties van de kwarken. Nou, het mooie hiervan is dat tetraionica helemaal laat zien waar die gekke 2/3 en 1/3 vandaan komen. Ja, we weten dat dit de
elektrische ladingen zijn van de kwarkjes. Ja, daar heb je 2/3 en 1/3. Maar hoe is dat nou mogelijk? Nou, voor de upquark, zoals die genoemd wordt, zie je dat er een neutrale in het midden zit. Dus die heeft 2 plusjes en 2 minnetjes. En er zitten 2 alleen maar volledige plusjes aan de buitenkant. Dus die hebben allebei een lading van +4. Nou, die min gaat op deze plus en deze min gaat op die plus. Heb je aan de achterkant nog een plus over. Dus dan heb je in totaal hier 2 plussen. En daar heb je aan beide kanten 3. Kom je op 8 plussen. Ja? De 8 vlakken die aan de buitenkant nog te zien zijn, hebben allemaal een lading van, hebben allemaal een pluslading. En er zijn in totaal 12 vlakken. Ja, 3 keer 4. Dus 8 van de 12 is plus. En daar kom je op 2/3. Want 8/12 is hetzelfde als 2/3. En hier heb je 2 neutrale tetrionen met een negatieve, een -4 tetrion. Ook hier gaan de plusjes en de minnetjes weer op elkaar. Dus die cancelen elkaar uit, die heffen elkaar op. Hou je daar nog 2 minnetjes over. En je hebt hier een minnetje en daar een minnetje. Dat zijn in totaal, en de achterkant zijn ook minnetjes, niet te vergeten. Dus er zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 minnetjes. En je hebt 2 plusjes die ervan afgaan. Dus dan hou je 4 over, 4 minnetjes. Van de 12 is -4/12, oftewel -1/3. Nou, toen ik dit zag, dacht ik, ja, dit is zo duidelijke onderbouwing van die hele theorie. Hier moet overduidelijke waarheid in zitten. Ik heb nog andere kwarkjes gemaakt. Ik heb ze bij Kelvin niet gezien, maar hij noemde in de uitzending van zaterdag dat hij ze verder ook heeft. Maar ik dacht dat hij er niet mee werkte, met zeg maar met 1 minnetje en 3 plusjes. Want als je op die manier daarmee gaat goochelen, wat ik hier gedaan heb, dan kun je ook die andere soorten kwarkjes aangeven. Want dan is heeft iedere kwark een unieke configuratie, zou ik kunnen zeggen. Maar goed, dit is voor de fijnproevers. Belangrijk is dat die ladingen van de kwarkjes verklaard worden met, met de ladingen van de tetrionen. En dat is denk ik heel bijzonder. En wat ook belangrijk is, de binding tussen de tetrionen in een kwark is elektrisch. Ja, een elektrische binding. En zo ziet ze er dan uit. Deze is opengevouwen, maar die plus die je een beetje hier kan zien en die min, die trekken elkaar aan. Dus dit klapt dicht. En hetzelfde gebeurt hier, wat je niet goed kan zien, maar hier misschien een beetje wel. Dus die klappen namelijk ertoe, die willen dicht. En dan ontstaat er zo'n vorm. Ja, van, lijkt een beetje op een soort bootje. Dit is voor de upquark en dit is voor de minquark. Hetzelfde verhaal. Min trekt plus aan, klapt hier dicht. En hier zie je het ook. Die klappen ook op elkaar. En dan krijg je ook weer een bootje. Maar dan zie je 2 plusjes aan de bovenkant. En de rest zijn allemaal minnetjes. En dat is de downquark. Dan gaan we nu naar de vorm van de leptonen, zoals het genoemd wordt. En de elektronen vallen daaronder, maar ook de positronen en de neutrino's. Die hebben allemaal deze vorm. En het is niet heel goed weer te geven in 2 dimensies als je zo'n plaatje weer hebt. Maar je moet je voorstellen dat deze as gelijk loopt aan die as en die as. Dus ze zitten aan een as aan elkaar vast. Ik ga hem vast wel even laten zien. Dan krijg je zo'n soort vorm. Ja, die midden aan elkaar vast zit. En dan zie je dat er zit niet 1 vlak op een ander vlak, want ze stoten elkaar allemaal af. Dus dan heb je in totaal 12 negatieve ladingen. Van de 12 is een lading van -1. En dat is precies wat we hebben gedefinieerd voor een elektron. En een positron is ook mogelijk. En die heeft een lading van +1. Hetzelfde verhaal. In het midden zitten ze vast aan een centrale as. Ja, zoals hier getekend is. Maar dan moet je nog een derde even achter voorstellen. En dit is dan een lading van +1. En een positron is hetzelfde als een elektron. Alleen de elektrische lading is omgekeerd. Ja, dit is dan die vorm. Ze hebben een gemeenschappelijke as in het midden. Deze 3 tetrionen. En daardoor zijn ze verbonden. En die binding, voor alle duidelijkheid, is een, laat ik straks duidelijk zien, is een magnetische binding. Ja, neutrino is hetzelfde verhaal. Alleen dan zijn het neutrale tetrionen die gecombineerd worden tot een 3-eenheid. Met een centrale as in het midden. Ja, en ook hier uiteraard is een magnetische binding. En gelijke ladingen naar elkaar toe, dus die stoten elkaar af. En je kunt de minlading aan de binnenkant hebben, of de pluslading aan de binnenkant, dat maakt niet uit. Ze stoten in beide gevallen elkaar af.
En dus krijg je die vorm die jullie zien. En nu gaan we de protonen combineren. Sorry, we gaan de kwarkjes combineren. Sorry, er zit een kriebel in de keel. En drie kwarkjes gecombineerd, dat geeft een proton. Of een neutron, afhankelijk van hoe we ze combineren. Ja, als je een up-kwark hebt, zie je aan de buitenkant een pluslading. En aan de buitenkant van een down-kwark heb je een minlading. Dus die trekken elkaar hier aan. Die kunnen hier tegen elkaar komen. Ja, ze klappen natuurlijk ook allemaal in elkaar, maar dat zal ik straks laten zien. Maar ook hier zit een verbinding tussen een down-kwark en de volgende up-kwark. Dus het is heel belangrijk dat de volgorde is up, down, up. En Kelvin gaf al aan in de uitzending, Engelstalige aflevering, dat in heel veel tekstboeken staat nog steeds up, up, down. Maar dat is volstrekt onmogelijk. Je kunt niet een up en een up tegen elkaar aankrijgen. Die stoten elkaar af. Je hebt een down er tussen nodig. En dan past het. Dan krijg je een soort trein. Een trein van drie kwarks achter elkaar. En hetzelfde geldt uiteraard voor de neutronen. Hier heb je een down, dan een up en dan een down. En dan kom je in totaal op min 1 derde plus 2 derde min 1 derde. Oftewel 0. Dus dit is een lading van 0. En dit is plus derde plus 2 derde. Min 1 derde plus 2 derde is 3 derde, oftewel 1. Ja, maar eigenlijk is het plus 12. Plus 12 van de 12. En dat ziet er dan zo uit. In het begin moet je er even aan wennen, althans ik moest er even aan wennen. Ik vond het een rare vorm. Het theoretisch klopt het in ieder geval met wat we allemaal weten van een proton. En bovendien helpt het ons ook nog eens te begrijpen hoe protonen en neutronen elkaar aantrekken. Want daar heeft de huidige theorie, geen enkel antwoord voor. En tetrionics laat zien hoe dat werkt. Dat is denk ik de grote meerwaarde. Het verklaart dus meer dan het oude model. En we hebben ooit het scheermes van Occam afgesproken dat het model die het eenvoudigste is of het meeste verklaart, dat we die zouden aannemen. Dus als de universitaire wetenschap, dus quotejes, volgens de echte spelregels zou functioneren, dan was dit al lang geaccepteerd. Maar ik denk dat ik niks nieuws vertel als die spelregels al lang niet meer gehanteerd worden. En dat het puur gaat om geld en belang, maar niet om waarheidsvinding. Nou, wat mooi is, de getallen die laten ook weer een extra waarheid zien, naar mijn idee. Een kwarkje bestaat uit 3 tetrionen. En als die in elkaar klapt, dan heb je 8 vlakken aan de buitenkant. En 8 is het getal van een octaëder. Dat is wel bijzonder. En een lepton zijn ook 3 kwarkjes, maar die hebben 12 vlakken. En 12 vlakken, dat is ook het aantal vlakken van een dodecaëder. Ook bijzonder. En een baryon bestaat uit 3 kwarkjes, oftewel 9 tetrionen. En als die in elkaar klapt, zitten er 20 vlakken aan de buitenkant. En 20 is natuurlijk het getal van de icosaëder. Ja, dus wij stellen ons die vormen voor alsof het er zo uitziet. En theoretisch klopt het ook helemaal. Maar kijken hoe het er echt uitziet, dan ziet het er ietsjes anders uit. Want het zijn geen tetraeders, dodecaeders en octaeders. Het zijn andere vormen. Eigenlijk hele gekke vormen. En dat is het bijzondere aan tetrionica, dat het die vormen onthult. We kunnen dus voor het eerst voorstellen hoe die subatomaire werkelijkheid eruit ziet. We zijn nog steeds in staat om dat waar te nemen, met wat voor apparatuur dan ook. Maar we kunnen ons nu wel een voorstelling maken, omdat we snappen hoe het moet functioneren. En dat is de meerwaarde van tetrionica. En dat betekent dat we dus ook weten hoe een combinatie van een proton en een neutron eruit ziet. Want die liggen bovenop elkaar. En die hebben een soort opening, een soort mond aan de voorkant. En aan de achterkant zie je dat die 3 witte bovenop die 3 zwarte liggen. Dus dat is een hele sterke aantrekking. En aan de zijkant, je kunt het hier niet goed zien, ik zal het straks laten zien. Aan de zijkant zie je ook een hele duidelijke aantrekking. Dus die kanten, die zijden van die proton en neutron, die willen naar elkaar toe. En dat is de kracht die ervoor zorgt dat ze bij elkaar blijven. Ja, het standaardmodel kan dit niet goed verklaren. Hij heeft er weer een extra aanname voor nodig. Maar dit volgt op een logische manier heel eenvoudig uit de combinatie van die tetrionen in het proton en in de neutron. Ja, die passen op deze manier prachtig in elkaar. En dat is dus een elektrische binding. Wat je hier ziet, die 3 witte die bovenop die 3 zwarte willen die dus heel sterk naar elkaar toe trekken. Dat is een elektrische aantrekkingskracht, een elektrische verbinding. Maar ook de verbinding met de elektron,
die is eveneens elektrisch. Want die elektron wil in de mond zitten van die, van die combinatie van de neutron en die proton. En deze eenheid van een elektron die in de mond zit van een proton en een neutron samen, dat is het deuteriumatoom. En dit is het basisbouwsteen van het periodieke systeem. En dat ziet er dan op deze manier uit. Ja, die elektron, wat dus een aparte vorm heeft, wat niemand zich kan voorstellen. Ik vond het ook heel lastig om het goed te begrijpen, maar inmiddels begin ik het een beetje te begrijpen. Het is een soort vliegwiel wat je erin zit en wat in staat is om energie op te nemen. Hoe harder het draait, hoe meer energie het kan opnemen. Tot een bepaald maximum en dan vliegt het eruit. Eigenlijk heel logisch. Ja, dus het ziet er zo uit. Van boven en van onder. Nou, dit is denk ik een mooi moment om even de scherm te stoppen. En dan laat ik ze één voor één zien. Ja, het begint dus nogmaals met een tetrion. Maar even goed kijken dat hij niet gaat glimmen. Dit is het beste ding. Oh. Ja, dit is de ene kant. En dit is de andere kant. En die vormen combinaties. Het kan zo'n combinatie zijn. Oh, ik kan ook even rijden zo. Of zo. Hetzelfde. Draaien. Dus een plus en een min. Die elkaar aantrekken. Maar het kunnen ook twee plusjes zijn. Die elkaar aantrekken. Zoals hier. Of juist twee minnetjes, want die zit aan de achterkant. Ja, als het aan de ene kant te zien... de ene kant te zien is, dan weet je dat het ook aan de andere kant zit. Er is maar één mogelijkheid. En dan zie je dat er kwartetten gaan ontstaan. Dit is dan een neutraal kwartet. Twee witte en twee zwarte. En dit is aan deze kant volledig negatief, van de witte. En aan de andere kant uiteraard volledig zwart. Ja, dus dit is de pluskant en dit is de minkant. En die komen dan samen en die vormen dan bijvoorbeeld, als het allemaal minnetjes zijn, deze vorm. Deze. Nou, hoe krijg ik hem dan niet glimmend? Ik moet verder weghouden hier. Nou, ik hoop dat het te zien is. Ik vind het niet heel duidelijk voor mijn scherm. Hier. Nee. Ja, en alle witte zitten nu aan de buitenkant. En de zwarte zitten dus aan de binnenkant. Die kunnen we niet zien. En het omgekeerde daarvan is dan deze. Met allemaal zwarte aan de buitenkant. En uiteraard de witte. Witte zitten in het midden. Aan de binnenkant. En dan hebben we nog de neutrale. En nu zie je de twee witte zijdes. Met draai ik een slagje. Dan zie je de twee zwarte. Ja, je kunt het ook zo zien. Dan zie je een deel. Ik hoop dat je een beeld van me vormt. Ja, dus de twee zwarte zitten altijd tegen elkaar aan. Die zie je hier. En de twee witte zitten ook altijd tegen elkaar aan. En dat is altijd met een magnetische verbinding. Ja, want anders zouden ze elkaar afstoten. En dan komen ze samen tot drie eenheden. Ja, dit is de... Welke doe ik als eerste? Neutralen. Nou, sorry. Ik zie dat een paar weg zijn, helaas. Maar goed, dit is een... Je ziet hier... Oh, ik hoop het te zien is.
wit en zwart, die willen tegen elkaar. Dus die wil dicht. En dit is ook wit en zwart, die wil ik tegen elkaar. En die gaat ook dicht. En dan krijg je deze vorm. Sorry hoor, ik knip weer. Ja, wit aan de zijkanten. En als je op de bovenkant kijkt, is het helemaal zwart. En dit is een volledig positieve. Ziet wit en zwart willen naar elkaar toe. Ik klap hier dicht. En deze wil ook naar elkaar toe. Te zien. Wit en zwart. En dan krijg je deze vorm, deze boot. En die is helemaal zwart. Ja, allemaal positieve ladingen. Dus dan krijg je zo'n bootje, om zo maar even te zeggen, en zo'n bootje. Dit is een neutrale en dit is heeft een positieve lading. Nou, dan komen die samen. Heb ik ook nog een negatieve lading. Ik heb nog een derde bootje. Nou, dan gaan we naar de neutronen toe. Dit is een proton, zeg ik het goed? Ja, dit is een proton. En die klapt zo in elkaar. Deze gaat hier naartoe. Ik hoop dat te zien is. Sorry, dat glim is al wel veel vervelend. En die klapt zo dicht. Ja, ik hoop dat je het gezien hebt. Plus. Ik weet niet hoe ik kan doen, maar het zijn allemaal minnetjes. Plusjes klapt die dicht. En dan krijg je deze vorm. Ja, dit is de. Hier zit één witte. En aan deze kant allemaal zwarte. Hij is volledig zwart. Dit is een proton. Ja, een neutron heeft dan een andere vorm. En als je die combineert, dan krijg je dit als neutron-proton combinatie. En je ziet die achterkant. Hopelijk eens te zien. Zie je dat wit en zwart elkaar aantrekt. En ook aan de zijkanten. Zie je hetzelfde. Ja, hier. Dit is ook aantrekkingskracht. Nou, dus dat is de reden waarom proton en neutron op deze manier tegen elkaar aan willen. En als je er dan in kijkt, ja, dan zie je een soort opening in. Maar in die opening, daar wordt een elektron aangetrokken. En dit is dan zo'n elektron. Ik heb er een stokje in gedaan, dat moet ik even inpielen. En dan krijg je hem dat hij daar in blijft zitten, hopelijk. En dan ja, zit het elektron als het ware in de mond. In de mond van de proton-neutron. En dit kan dan draaien. Het draait niet heel makkelijk. Maar je kunt voorstellen dat dit zo kan draaien. En in staat is om energie op te nemen. En het kan deze kant op draaien. En het kan deze kant op draaien. Dus er zijn twee soorten spin mogelijk. En ook dat weten we van een elektron. Ja, twee soorten spin. Dat is heel belangrijk. Want die vormen weer koppeltjes. Nou goed, ik heb allemaal een beetje gepiel met die dingetjes. Maar ik hoop dat je een beeld hebt van hoe het eigenlijk op subatomair niveau eruit ziet. Ja, dit is niet iets waar we aan denken als we het hebben over een elektron en een proton die elkaar aantrekken. Samen met een neutron. Maar tetraion laat zien dat dit wel degelijk de vorm is. Bijzonder, hè? Ik vond het in ieder geval heel bijzonder om dat te ontdekken en werd er heel enthousiast van. En dat is de reden waarom ik Kelvin gevraagd heb om in de uitzending te komen. En gelukkig vond hij dat een goed idee. En dat is de reden waarom ik het nu uitleg, maar dan in het Nederlands. Nou, wat is het belangrijk hiervan? Belangrijk is dat het is een deuteriumatoom en geen H, geen waterstofatoom.
Ja, dus essentieel dat er ook een neutron aan vast zit. Want zonder neutron, die onderkant hier, is het geen geheel. Dus dat is de basisidee. Niet het waterstofatoom is de basis van alle elementen, maar het deuteriumatoom. Een H, een proton, een neutron en een elektron. Dat is fundamentele bouwsteen. En dat ziet er van de bovenkant zo uit. En van de onderkant ziet het er zo uit. Ja, het is natuurlijk. Maar goed, aan de onderkant zie je één minnetje en vier plusjes bij het proton-neutron combinatie. En de elektron in de mond. En vanaf de bovenkant gezien zie je alleen maar positieve ladingen met een elektron aan de voorkant. Nou, en als je die gaat combineren getalsmatig, ja, dan klopt het als een bus. Want dit is twee deuteriumatomen tegen elkaar aan, met de ruggen tegen elkaar aan. En dat geeft een combinatie van 1 plus 1 is 2. En dat is inderdaad wat we in de binnenste schil vinden, de eerste schil. En dan vinden we hier 4 boven en 4 onder, die samen 8, oftewel 2 keer 2 kwadraat. En dat is de tweede schil, 8. En dan de derde schil is maximaal ruimte voor 2 keer 9 kwadraat. En dat zie je hier, 9 kwadraat is dus 18. En hier zie je 2 keer 4 kwadraat. Dan zeg ik 9 kwadraat, 2 keer 9, 2 keer 3 kwadraat. En dit is 2 keer 4 kwadraat, oftewel 32. En zo kunnen we dus een voorstelling maken van die hoeveelheden, eenheden per schil. En dat is volledig in lijn met wat ik al in aflevering 9 heb uitgelegd over het periodieke systeem, maar dan het nieuwe systeem, het driedimensionale systeem, wat ik de periocta heb genoemd, het periodieke octaeder der elementen. En het bijzondere was dat ik, toen ik het werk van Kelvin bestudeerde, hij op exact dezelfde aantallen en dezelfde structuur uit is gekomen. Dus los van elkaar hebben wij allebei deze driedimensionale structuur ontwikkeld. Want dat is de enige logische manier om het te ordenen. De enige natuurlijke logische manier. Dus ja, dat is, vond ik ook een bevestiging van de juistheid van zijn werk. En gelukkig ook van mijn werk, want we versterken elkaar op die manier. Ja, nou, hij geeft bijvoorbeeld heel duidelijk aan 120 is het maximum. Nou, dat is ook wat ik al in mijn werk heb aangegeven. 120 is het hoogst denkbare atoom, het zwaarste atoom wat we kunnen maken. En als je dan naar die atomen kijkt, ja, de elementen noemen we ze. Ja, eigenlijk moet je dan deuterium staan en niet H. Dan zie je dat dit, bij helium is dit de structuur. Bij neon, bij tin, is dit de eerste laag. En deze laag ligt eronder, is de tweede laag. En bij argon is het een drietrapsraket, 1, 2 en 3. Dit is de derde laag. En zo zie je dat het perfect past. Ja, 2, 8, 8. En dan gaan we door naar het volgende. En dat is krypton, volgende edelgas. Want ik let even nu op de edelgassen. En dan zie je dat de structuur is 2, 8, 18 en dan weer 8. Ja, in aflevering 9 ga ik hier veel dieper op in waarom dat zo is. Maar je ziet dat het met deze vorm nog natuurlijker is. Dus misschien moet ik die periocta... moet ik misschien op deze manier maken, met ruitvormen op iedere etage, zo te zeggen. Ja, en dan gaan we naar xenon. 2, 8, 18, 18, 8. Dat is de structuur van xenon. Ja, en alle elementen die ertussen zitten, die staan op een natuurlijke plek. En zo bouwt het zich helemaal op. Naar radon, wat je hier ziet, dus 2, 8, 18, 32, 18 en dan weer 8. En dan hebben we nog twee edelgassen, althans die zijn er theoretisch, maar in de praktijk hebben we die nog niet gezien of ontdekt of gemaakt. En dat is 118, 118 moet ook een edelgas zijn. En het allerlaatste element is uiteraard ook een edelgas, 120. Maar dat is een prachtige structuur van 2, 8, 18, 32 en dan 32, 18, 8, 2. Oftewel 2 keer 1 kwadraat, 2 keer 2 kwadraat, 2 keer 3 kwadraat, 2 keer 4 kwadraat. En dan 2 keer 4 kwadraat, 2 keer 3 kwadraat, 2 keer 2 kwadraat. En 2 keer 1 kwadraat. Nou, en in aflevering 9 stel ik voor om het element 120 Pantheon te noemen. Dat leek me al een leuk idee. Ik weet niet of er veel animo over is, maar ik ondersteun het van harte. Ja, dus misschien is het een idee om die periocta echt als een octaeder weer te geven. En dan de structuur op ieder niveau in een ruitvorm te gieten, want dat past het perfect. Dus als er creatieve mensen zijn die mij willen helpen,
Misschien moeten we bouwsteentjes gaan maken dat we het helemaal na gaan bouwen. Met dan de elementen die we er zo één voor één uit kunnen pakken en die allemaal op een eigen plekje zitten. Zo'n soort puzzel. Het is een idee. En het is dus een ruitvorm, zowel horizontaal als verticaal. Een dubbele ruitvorm zit hierin. Ja, ieder niveau heeft een ruitvorm. Ja, het lijkt een vierkant, maar als je hem op zijn zij zet, is het een ruit uiteraard. En uiteraard van boven naar beneden is het ook een ruitvorm. Nou, hoe ziet het er dan uit? Ik denk dat het er zo uitziet. Ik denk dat hij op het niveau van helium, maar daar hebben we het hier over. Helium liggen de twee eenheden, de deuteriumatomen, om zo te zeggen, van helium liggen tegen elkaar aan, aan de zijkant. En met de elektronen zo schuin van elkaar weg. De ene draait de ene kant op en de andere draait de andere kant op. Helemaal in balans. En hier is verder geen mogelijkheid om er iets aan te plakken, want dit is volledig in harmonie, zeg maar. Daarom is het een edelgas, helium. Ja, en dan krijgen we de volgende schil. Daar komen er 8 bij. Dus je moet het driedimensionaal voorstellen. Dit is de top. En daaronder liggen dan deze 8. In deze vorm. Ja, die middelste twee liggen op dezelfde manier. En er liggen dan 3 onder en 3 boven. En met de elektronen naar elkaar toe. Dat is de tweede ring, zou je kunnen zeggen. Dan de derde ring. Heb je dus eerste ring. Dit is niveau 1. Dit is niveau 2. En niveau 3 krijg je weer hetzelfde als niveau 2. Maar daaromheen liggen dan nog weer 10 extra eenheden. En dat ziet er op deze manier uit. En je ziet dat die elektronen steeds naar elkaar toe liggen. En dan volgende niveau, niveau 4, het allerlaagste niveau, het meest grote niveau, hoogste niveau, breedste niveau. Daar zie je dat daar nog weer omheen 14 komen in deze manier. Dit is in ieder geval mijn interpretatie van hoe het er dan uit moet zien. Dat wijkt af van hoe Kelvin het ziet. Ja, ik zie de elektronenbanen zoals die dan bekend zijn op deze manier. En die kunnen dan verder uitdijen en dan hebben we, maar de maximale schil is altijd deze. Ja, er kunnen nooit meer zijn dan wat er hierin is. Dus dat is die 32. Ja, en dit is altijd maximaal 18, dit is maximaal 8 en dit is maximaal 2. Dit is de opbouw van die niveaus. En meer dan dit is er niet. Dus dit is een maximale vorm. Maar Kelvin geeft dat op deze manier weer. En dat komt omdat hij die eerste twee van elkaar aflegt. Wat op zich echt wel logisch is om te doen. Alleen dan heb je minder ruimte. Dus dan heb je gewoon grote gaten erin. Terwijl je hier bijna geen gaten hebt. En als er gaten is, dan zitten daar elektronen in die naar elkaar toe draaien. Dus dat is volop energie, volop activiteit. Dus dit is volgens mij een veel compactere manier om het weer te geven. Maar dit moet ik nog met Kelvin bespreken. Dit is in ieder geval hoe hij het heeft uitgewerkt. En het idee is natuurlijk verder hetzelfde. Maar ik denk dat dit compacter is en daardoor handiger is om te gebruiken. En misschien wel juister is om te gebruiken dan dit. Maar goed, hij heeft het helemaal uitgewerkt. Er is ook een 3D model van ieder atoom gemaakt. Hoe het eruit ziet. Dus er is heel veel werk verricht. Maar ja, misschien dat er toch ruimte is voor verbetering. Goed, dat was in een nutshell. Nou ja, het is anderhalf uur bijna. Het verhaal van vorige week afgelopen zaterdag. Herhalingen van. Maar dan in het Nederlands. Als je meer informatie wil, ja, ga dan naar holyscience.org en klik op dat linkje naar Tetrionics en alle informatie die je daar vervolgens bij kunt vinden. Want er is veel en veel en veel meer over te vertellen. Maar dit is een soort inleiding naar Tetrionics of Tetrionica vanuit Holy Science. Want het is echt, zoals ik het zie, een applicatie ervan. Goed, als toegift krijgen we nog iets bijzonders. Want dan krijgen we de theorie van Johann Wolfgang von Goethe. Ja, hij wordt niet altijd von Goethe genoemd, soms ook gewoon Johann Wolfgang Goethe. Hij heeft dezelfde voornaam als ik, alleen dan geschreven met 2 N'tjes. Hij was een duizendpoot zou je bijna kunnen zeggen. Veel mensen kennen hem alleen als een dichter of als een schrijver van toneelstukken. En hij heeft nog veel en veel meer gedaan. Maar hij was ook wetenschapper. En toen Isaac Newton met zijn theorie over licht kwam, toen heeft Goethe zijn experiment nagedaan. Dat weten veel mensen niet. Maar hij heeft het experiment van Newton nagedaan. En vervolgens kwam hij tot de ontdekking
dat wat Newton vertelde maar het halve verhaal is. Kortom, hij heeft het werk van Newton aangevuld. En ja, dat is denk ik zo extreem belangrijk dat het erg verbazingwekkend is dat ik dat zelf pas vrij recent heb ontdekt. En volgens mij had iedereen dat al lang moeten weten. Dit is basiskennis over kleurenleer. Maar het is op de een of andere manier verstopt. En dat is denk ik zeer, zeer merkwaardig. Want nogmaals, hij completeert en daardoor verbetert het. Maar ook eigenlijk gaat hij gewoon een stap verder dan waar Newton is gebleven. Nou, hoe belangrijk is dat? Ja, hier zie je de jonge Goethe. Hier wat ouder en dit is wat op nog oudere leeftijd. Drie plaatjes van Johann Wolfgang von Goethe. Een Duitse geleerde en kunstenaar. En Goethe zag ook dat wij met onze zintuigen kleur geven aan schaduw. Nou, dat kan theoretisch helemaal niet, want schaduw is namelijk het ontbreken van licht. En als licht ontbreekt, dan zijn er dus geen fotonen, zoals we dat noemen, die ons netvlies bereiken en die een indruk van kleur teweeg brengen. Dus hoe kan een schaduw nou kleur hebben? Dat kan theoretisch helemaal niet. Maar toch is het zo. Op het moment dat je bijvoorbeeld groen licht laat schijnen op deze kolom, en dan zie je dus groen aan deze kant, dan ontstaat er aan de andere kant een schaduw, het ontbreken van het licht. Maar dat wordt door onze ogen geïnterpreteerd als ja, deze ja, lichtmergata kleur. Ja, of wat je hierboven ziet, er komt geel licht, lichtgeel licht van deze kant. En dit zou grijs moeten zijn, maar wij maken daar, onze ogen maken daarvan ja, een soort violetachtig licht. En dat is heel bijzonder. En het is nog bijzonderder als je vervolgens gaat inzoomen. Want als je vervolgens alleen hier naar kijkt, je kunt het met de camera heel mooi doen. Dan zoom je bijvoorbeeld in dat dit roze, nou je ziet echt roze. Dan zoom je verder en verder en verder in, totdat je alleen maar dit ziet. En dan wordt het opeens grijs. Dus de omgeving die wij tegelijkertijd waarnemen, bepaalt de kleur hiervan. Nou, theoretisch kan dat helemaal niet, maar het is wel een feit. Wij zien echt roze en in dit geval een soort violet, terwijl het er niet is. Althans, we kunnen geen fotonen met deze frequentie, of hoe je het ook wil noemen, naar onze ogen komen. Want daar komt geen licht vandaan, dat is in een schaduw. Ik hoop dat je de paradox een beetje begrijpt, want dat is toch wel vrij bijzonder. Maar het is echt zo. Wij zien het echt. Dus wij geven het die kleur. Ja, doen we dat dan, zeg maar, is het een trucje in onze ogen of in onze hersenen? Ja, dat is de grote vraag. Ja, en wat je hier net zag, zijn complementaire kleuren. Ja, dit, wat je hier ziet, deze kleur groen, geeft aan de overkant van de cirkel deze kleur magenta. Hoe heet dat? Ik ben even de naam kwijt. En hier heb je geel en dat is een soort violet. Dat want het kleurenwiel van Goethe, het harmonische kleurenwiel, ja, die heeft ook kleuren die wij meestal niet zo benoemen. Ja, wij noemen, we noemen de andere kleuren, maar deze kleur hier bovenaan is heel, heel belangrijk. Ik ben even de naam kwijt, sorry. Maar goed, is zo te vinden. Het is een mengeling dus van rood en violet. En die zit precies aan de overkant. Ja, want deze kleur ontstaat wanneer je groen aan de ene kant schijnt, dan ontstaat deze kleur aan de andere kant. Dat is precies wat we hier zien. Groen aan de ene kant en deze kleur aan de andere kant. Dat zijn deze twee kleuren, die combi's. En die andere is deze combinatie van geel naar deze blauw. Ja, het is een beetje violetblauw en een beetje lichtgeel. Die liggen hier tegenover elkaar. Dus wat gebeurt er? Dat zijn de complementaire kleuren. Als wij de ene kleur erop schijnen, dan ontstaat die complementaire kleur aan de andere kant. Dat is heel bijzonder. Dus de natuur brengt het in balans, zou je kunnen zeggen. En daardoor heb je die twee tegenover elkaar liggende kleuren ook tegenover elkaar liggen. En daardoor is er een balans ontstaan. Nou, dit is het harmonische kleurenwiel van Goethe. En als je echt verstand wil hebben van kleuren, dan is dit de manier om ernaar te kijken. Want hier zit alles in. Zowel het werk van Newton, maar ook het hele deel waar Newton totaal geen oog voor had. En natuurkunde sindsdien compleet genegeerd heeft. Heel merkwaardig. We denken dat we alles al weten, maar zoiets bazaals als de kleuren kennen we nog helemaal niet goed.
Omdat we de misvatting hebben dat het allemaal onderdeeltjes zijn van wit licht. Dat wit licht zich fragmenteert in kleine stukjes. En dat dit allemaal stukjes zijn van wit licht. Nou, dat is niet zo. Dat is een fout. Dat is een enorme denkfout. Het kleurspectrum zoals dat ontstaat, zoals we dat kennen, ontstaat aan de grens. Aan de grens van wit met duister. Van licht en duister. En waar licht en duister elkaar ontmoeten, daar ontstaan de kleuren. Dus een kleur is niet een gevolg van licht. Een kleur is een gevolg van het ontmoeten van licht en duisternis. Dus je hebt duisternis nodig en licht nodig om kleuren te kunnen zien. En dat is essentieel. Het hele stuk van duisternis is de natuurkunde vergeten, om het zo te zeggen. Of hebben ze in ieder geval geen oog voor. Duisternis is net zo belangrijk voor kleur als licht. Is dat niet mooi? Yin is net zo belangrijk als yang. Zonder yin geen kleur, zonder yang geen kleur. Beide zijn nodig. En op het raakvlak, op het grensvlak van yin en yang, van licht en duister, daar ontstaan de kleuren. Aan de bovenkant zou je kunnen zeggen, of aan de onderkant, is maar net hoe je het ziet, ontstaan rood en oranje en geel. En aan de onderkant zien we blauw ontstaan. De blauwe kleuren. Cyaan zie je hier. Ja, indigo en violet zitten nog onder. Maar dat is zeg maar deze kant. En die kun je dichter naar elkaar toe brengen. Ja, hier komen ze al heel dicht naar elkaar toe. Die is dan weer omgekeerd. Maar hier heb je zeg maar het blauwe gedeelte. En daar het rode gedeelte. En die komen dichter naar elkaar toe. En zolang ze nog van elkaar gescheiden zijn, zie je geen groen. Groen is er niet. Groen ontstaat pas wanneer die twee over elkaar heen terechtkomen. Wanneer blauw en rood gaan overlappen. Dan ontstaat in het midden groen. En dat zie je heel mooi hier gebeuren. Ja, dan is de bundel wit zo dun geworden dat die kleuren er helemaal over gaan. Maar maak je die bundel breder, dan zie je dat in het midden een witte streep is. Of een heel wit vlak. Op het moment dat je ze dichter naar elkaar toe brengt, hier zie je nog een witte streep. Op het moment dat het die elkaar raken, dan verdwijnt het wit. Maar er zit nog steeds geen groen, een beetje groen nog. Maar dat is nog niet echt groen. En hoe meer ze over elkaar heen gaan, hoe duidelijker groen wordt. En dat zie je heel mooi hier ontstaan. Dus groen ontstaat pas wanneer die twee randen elkaar overlappen. Groen is een mengvorm van die twee randen. Is dat niet bijzonder? Maar het omgekeerde kun je ook doen. In plaats van dat je wit laat schijnen voor duister langs, licht laat schijnen voor duister langs, kun je duister ook laten schijnen voor licht langs. En dan krijg je een ander spectrum. Dan krijg je een hele andere kleurencombinatie. Dit is wat we kennen. Dit is de bekende regenboog. Ja, wanneer licht voor duisternis langs gaat. Maar dit is het omgekeerde. Hier gaat duisternis voor licht langs. En dan krijg je andere kleuren, andere regenboogkleuren zou je kunnen zeggen, andere spectrumkleuren. En hier aan de bovenkant zie je weer wat je hier ook ziet. Ja, hier zie je het blauwe gedeelte en daar het rode gedeelte, het rood-gele gedeelte. Dat zijn de randen van wit, van licht met duister. En hier ook. Maar hier in het midden wordt duisternis geprojecteerd op licht. En dat geeft een andere kleurenspectrum. En dat is een complementair kleurenspectrum aan hier. Dus je zou kunnen zeggen, de natuurkunde heeft alleen maar oog gehad hiervoor. En is dit volledig vergeten. En een genie als Goethe, die heeft dat ontdekt. En die heeft dat aangevuld. Je zou verwachten dat in al die honderden jaren dit algemeen bekend is. Maar dat is het niet zo. Ja, ik weet het nog maar vrij kort. Terwijl ik echt al heel lang alles onderzoek wat ik maar te pakken kan krijgen. Wat ik belangrijk vind. Maar dit heb ik gemist. Ik heb in aflevering 13 heb ik van alles over kleuren verteld. Maar ik wist dit nog niet. Dus dit is heel belangrijk om dat eraan toe te voegen. Dus er is een donker spectrum, zou je kunnen zeggen, en een licht spectrum. En wanneer we het over kleurenspectrum hebben, hebben we het alleen maar hierover. Alleen maar over de helft, deze helft. Maar er is er nog een andere helft die we nooit noemen en die we niet eens kennen. En dat is het lichtspectrum. Dit is het lichte spectrum van kleuren en dit is het duistere spectrum van kleuren. Dat wil zeggen, dit is wanneer wit voor zwart langs gaat en dit is wanneer zwart voor wit langs gaat. Of duister voor licht. Dit is licht voor duister. En als je die driehoeken dan vervolgens in
de harmonische kleurenwil van Goethe zet, ja, dan wordt het volkomen logisch. Want die zwarte driehoek is de yin-driehoek, met de punt naar beneden, die wijst naar de kleuren die je aan de randen vindt. Deze kleuren vind je aan de onderrand en deze kleuren vind je aan de bovenrand. En in het midden ontstaat dan, wanneer ze elkaar ontmoeten, ontstaat dan deze kleur. Ja, dus dat geven die punten van de driehoek weer. En de reden waarom ik dit er natuurlijk bij pak vandaag is dat we het al de hele tijd over driehoek hebben. Maar deze yin-driehoek, dat komt dus overeen met het duistere spectrum. En dat is het kleurspectrum wat wij allemaal kennen. Ja, dat is de regenboog. Maar dit spectrum is even belangrijk. Alleen dat kent bijna niemand. Dat is wanneer duister voor licht langs gaat. En dan zien we deze twee kleuren als basiskleur. Aan de ene rand zien we het gele en de andere het cyane. En dan mijn gata is dan in het midden. Wanneer ze gaan overlappen, dan ontstaat deze kleur. Mangetta, ik kom er niet op. Irritant. Ja, en wat wij de primaire kleuren noemen, dat is eigenlijk een beetje een gekke driehoek. Dat is de rood met geel en met blauw. Dit zijn de drie primaire kleuren, maar die driehoek is in ieder geval niet gelijk benig. Raar, maar waar. En dan de drie secundaire kleuren, een mengvorm van die primaire kleuren zoals wij het noemen, dat is ook een beetje een merkwaardige driehoek. Ze zitten wel gelukkig loodrecht op elkaar. Maar deze heeft weer een hele andere vorm. Ja, deze cirkel is niet perfect een cirkel, het is een beetje een ovaal. Maar ook als je er een perfecte cirkel van maakt, dan zie je nog dat het niet zo mooi is als hier. Want dit is echt een perfecte driehoek en dit ook. Dus wat wij gedefinieerd hebben als primair en secundair is eigenlijk niet helemaal arbitrair, maar het is minder logisch dan wanneer we deze punten zouden nemen. Dit zou veel logischer zijn om te definiëren als de, zeg maar, de duistere punten en de lichte punten. En als je het enneagram erin plaatst, wat ik natuurlijk ook leuk vind, daar doe ik ook heel veel werk mee, dan komt het wel heel mooi uit naar de kleur. Dit is dan in het rode gedeelte, dit is in het blauwe, of het violette gedeelte. Dit is in het blauwe gedeelte, dit is in het oranje gedeelte. De punt zit in het geel en cyaan. En deze beide wijzen naar het groene stuk. Dus ja, er zit wel iets in, vind ik. Nou, hoe dan ook, dit is het harmonische kleurenwiel van Johann Wolfgang von Goethe. En hier zie je het heel mooi in één plaatje terechtkomen. Ja, de randkleuren die we zien bij het duistere spectrum en de randkleuren die we zien bij het lichte spectrum. En die vormen samen een prachtig zegel. Zegel van Solomon noemen we het. Ja, die twee driehoeken in elkaar, de yin-driehoek en de yang-driehoek. Ik heb die kleuren van yin en yang heb ik niet bedacht. Hè? Ja, ik bedoel, ik heb ze wel zo in mijn werk zitten. Maar dit is 101 met zoals Goethe het heeft gezien. Dus dat vind ik wel bijzonder. Goethe is dus ook een wayshower, een wegvoorbereider voor Holy Science. En daarom staat hij uiteraard ook genoemd op het lijstje. Op Pateopedia, het Engelstalige gedeelte. Ja? Nou goed, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik heb nog wel meer tijd, maar voor nu is het denk ik genoeg. Wil je hier meer van weten, dan raad ik je aan om nogmaals naar holyscience.org te gaan. En daar kun je bijvoorbeeld hier Goethe intypen of wat dan ook. Maar als je vrij recent kijkt, dan staat het hier nog gewoon bovenaan. Als meest recente artikel. En daar staat een video in, een video van een klein uurtje. En daarin wordt wat ik net heb verteld nog eens rustig uitgelegd met heel veel voorbeelden. En een hele mooie documentaire, een Engelstalige documentaire weliswaar. Maar ik denk zeer de moeite waard om te bekijken. Ik heb er in ieder geval van genoten. En na deze uitleg denk ik dat je er ook van gaat genieten. Hoop ik althans. Ja, de documentaire is vrij mild over de natuurkunde en over Isaac Newton. Maar ik ben daar natuurlijk wat stelliger en wat harder in. Maar goed, ieder zijn smaak. Ik ben erg kritisch op de stand van de huidige wetenschap op de universiteit. Omdat ik denk dat heel veel dingen gewoon opzettelijk niet kloppen. En ik denk ook dat het een enorme blunder is om het hele werk van Goethe hier buiten beschouwing te laten. Dat is een enorme misvatting om dat niet te doen. Ik denk dat Goethe qua wetenschapper op dit gebied veel verder was dan Isaac Newton.
Goed, dan ga ik nog even reclame maken. Ik heb het al wat eerder gedaan, maar dit is denk ik een heel belangrijk e-book om te ontdekken wat nou eigenlijk je geest en je ziel is. Veel mensen denken dat ze een geest en een ziel hebben, maar ik durf rustig te zeggen dat bij de meeste mensen dat contact er niet of nauwelijks is. Die leven voor een groot deel geestloos en zieloos. En dan kun je dus heel makkelijk gecontroleerd worden. En dat gebeurt dan ook, beïnvloed, aangestuurd enzovoort. In de luren gelegd, noem het allemaal maar op. Nou, wil je dat voorkomen? Wil je dat je wel een mens met een hoofdletter M bent in dit leven? Zorg dan dat je weet wat de geest en de ziel is en zorg dat je die activeert en actief houdt. En wil je daar meer over weten, dan kun je voor €5 dit e-boekje aanschaffen bij mij. 38 bladzijden maar, er staat heel veel informatie in. En ik denk dat je daardoor een heel ander beeld krijgt van wie je bent. Dit boekje gaat over, het is een gedrukt boekje, dus dat kun je rustig op de bank lezen, of waar dan ook. 44 bladzijden, het gaat over het eerste hoofdstuk van Genesis, helemaal uitgelegd, zoals ik dat ook in de eerste serie van Pateo TV heb gedaan. Aflevering 2 uit mijn hoofd, of 3, dat weet ik niet helemaal, drie denk ik. Maar ook de 10 geboden, zoals ik in aflevering 7 heb uitgelegd, staan allemaal in dit boekje op een zeer, denk ik, zeer duidelijke en to the point manier geschreven. En dan ontdek je wat de echte essentie is van godsdienst, het dienen van God. En dat is iets heel anders dan religie. Voor mij zijn er twee volledig verschillende woorden, religie en godsdienst. En het is de tweede druk inmiddels, dus de eerste druk was vrij snel uitverkocht en het is opnieuw gedrukt. Ook voor €5 plus verzendkosten, €3 zijn dat, dus dan krijg je €8, betaal je hiervoor en dan krijg je het bij wijze van spreken morgen door je brievenbus. Dit is weer een e-boekje, dit gaat over de menselijke geschiedenis, maar dan in het Engels. Dit komt overeen met aflevering 8, maar dan helemaal uitgewerkt, helemaal uitgeschreven. De plaatjes van de video zitten hier grotendeels allemaal in. Dus het leest vrij snel, omdat je die plaatjes gewoon door kunt bladeren met hier en daar wat tekst. Voor €5 kun je dat rustig nalezen, nabladeren. Digitaal boek. Je kunt het ook, je kunt het ook met PayPal betalen. Je kunt het met bankoverschrijving doen, maar ook met PayPal. Allebei goed voor mij. Deze boekjes zijn wel echt gedrukt. Dit is eigenlijk een Nederlandstalige versie van de Tiamat Theory. Maar dan aangevuld met heel veel extra informatie over wat nou eigenlijk astrologie is en waar het vandaan komt en nog veel en veel meer. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd. Dus dit zijn afbeeldingen in kleur, dit zijn zwart-wit plaatjes. Maar het leest heel vlot. Ik heb van heel veel mensen al hele positieve reacties gehoord. De titel geeft al aan, er is een tijd geweest dat er nog geen maan was. En toen was het leven op deze planeet echt heel anders. En dat is nog maar zo'n 5000 jaar geleden. Dus het is goed gedocumenteerd wat er daarvoor was en wat er daarna is ontstaan. Ja, wil je daar meer van weten? Dit boekje, 104 bladzijden, €11. Plus verzendkosten, in dit geval is het €3,50. En dat geldt voor dit boekje precies zo, want het heeft toevallig gewijs, vreemd genoeg, ook precies 104 bladzijden. En dit gaat over onze taal voor een groot deel. En het gaat door op het verhaal van Noach en de zonen van Noach en waar die naartoe zijn gegaan. En de oudste kleinzoon van Noach heette Gomer en die is gaan wonen in het gebied waar wij nu vertoeven. Althans, ik weet niet waar vandaan je nu kijkt. Maar het oude Germanië, dat is waar hij terecht kwam. En dat is inclusief de Nederlanden en Vlaanderen en heel België eigenlijk. Ook een groot deel van Denemarken en de eilanden. Allemaal gebied van de Germanen. En die Germaanse taal, ik denk dat het Nederlands daar nog het meeste op lijkt. Ligt het nog vrij dicht in de buurt. Nou, dat wordt allemaal uitgelegd in het boekje en nog veel en veel meer. Ook hoe het met alle andere kleinzonen van Noach is vergaan bijvoorbeeld. En ook hoe het nou precies zit met de Exodus. De eerste twee boeken van het Oude Testament zoals wij dat kennen. Of van de Tenach, die worden hierin uitgewerkt. En wat waar en wat niet waar is, komt er heel duidelijk naar voren. Want de feiten spreken voor zich. Ja, en als je die boekjes allebei bestelt, dan betaal je €5 aan verzendkosten. Dus dan is het verzendkosten wat minder, want dan gaat het in één envelop naar je toe. Dan nog even het boek van Olga en Olaf. Dit is een soort nieuwe Jip en Janneke.
Met uiteraard Holy Science erin verstopt, maar dan op een luchtige manier. Althans, in het begin is het luchtig, maar de laatste hoofdstukken beginnen toch wel wat pittiger te worden. Maar het leest in ieder geval heel makkelijk. En iedereen vanaf 12, 13 jaar kan dit helemaal lezen en ook begrijpen. Dus als je daar jezelf blij mee wil maken, of misschien jonge, slimme mensen, dan kan dat. Voor €5 krijg je hem toegestuurd. Het is een e-book. Misschien dat ik hem nog laat drukken. Maar dat moet dan wel in kleur, want er zit een hele mooie afbeelding in. Ja, die zijn allemaal getekend door een hele kunstige tekenaar. Dan hebben we nog één boek waar ik reclame voor maak. Maar dat boek kun je gratis vinden op pateo.nl. Daar hoef je niks aan te verdienen. En dat gaat over de oorsprong van het Sinterklaasfeest wat er aan zit te komen. Want over een maandje is het al zover. Het is nu 5 november en 5 december is de grote dag dat we pakjesavond vieren. Ter herinnering aan 6 december. En 6 december, december is de 12e maand en 12 is 6 plus 6. En 6 december is eigenlijk 666. Dat weten veel mensen niet. Maar er zit nog veel en veel meer verstopt in dat hele Sinterklaasfeest. En dat heb ik uitgelegd in dit boekje van slechts 17 bladzijden. Nou, wil je echt weten wat de waarheid is over Sint en Piet. En ook waarom de Piet zwart is en de Sint wit en nog veel en veel meer. Dan raad ik je aan om dat te lezen. Gratis te vinden op pateo.nl. Bij boeken onder andere. Nou, heb je behoefte om meer te weten over Holy Science? Dat hoop ik natuurlijk na al deze informatie. Dan kun je mee naar een week in Duitsland. Ik heb het tot nu toe een keer of 6, 7 uit mijn hoofd in Frankrijk georganiseerd. Het ging dit jaar even ietsjes anders. En toen vond ik een prachtige locatie in Duitsland. In Sauerland, midden in de natuur. Als je daar bent, die week hoor je geen enkele auto voorbij komen. Het is echt prachtig stil, prachtig rustig. Natuurlijk eten, uiteraard gezond eten. Gelijkgestemde mensen ontmoeten. En wat de hoofdmoot is, zelfkennis. Via 7 verschillende methoden geef ik iedere deelnemer een inkijkje in de energieën die aanwezig zijn. En daardoor krijg je een behoorlijk compleet beeld van wie je eigenlijk bent. En daarmee wordt het begrijpen van de wereld ook een stukje makkelijker. En als je jezelf begrijpt, dan begin je de wereld ook steeds beter te begrijpen. En het leuke is, je gaat ook de andere deelnemers steeds beter begrijpen. Dus er kunnen ook vriendschappen voor het leven ontstaan. Dat is nu al een flink aantal keren gebeurd. En dat is het risico wat je loopt als je meegaat. Dat je nieuwe vrienden opdoet die misschien wel je belangrijkste vrienden gaan worden. Dat zou zomaar kunnen. En er is zelfs een relatie uit ontstaan. De eerste groep is, en er is een kind uit geboren. Dus de wonderen zijn de wereld echt nog niet uit. En dat kan allemaal gebeuren als je meegaat naar deze week, Holy Science Week, van 17 tot 23 april volgend jaar. Heb je belangstelling? Neem even contact met me op en ik kan je nog wat meer informatie geven. De prijzen staan hierboven. Je kunt kiezen voor een 1-persoonskamer of een 2-persoonskamer. 2-persoons is uiteraard goedkoper. Maar wil je liever alleen, kan dat ook. Moet je iets meer betalen. Ja, er zijn all-in prijzen, inclusief eten, drinken en alles. En dan betaal je nog een bedrag voor de week, inclusief een bedrag voor ondersteunende informatie, literatuur. Goed, dan hebben we volgende week donderdag een Engelstalige aflevering. En dan is mijn gast Mark Devlin. Mark is was een hele bekende DJ. Ja, hij werd gevraagd all over the world om te komen draaien. Hij ging zich steeds en steeds meer verdiepen in de achtergronden van de muziekindustrie. En we kennen natuurlijk al die symbolen wel, met één oog en noem het allemaal maar op. Hij heeft daar een uitgebreide studie van gemaakt. Hij is nu bezig om daar ook een behoorlijk dik boek over te schrijven. En hij kan er ongelooflijk goed over vertellen. Ik heb hem ontmoet in Denemarken, in Kopenhagen, bij de Open Mind Conference afgelopen september. Daar gaf ik een verhaal, maar hij hield ook een hele boeiende lezing. En ik heb hem gevraagd of hij die informatie die hij toen gedeeld heeft met het publiek in Kopenhagen, nu met ons wil delen via CCN. En dat wilde hij wel. En hij heeft trouwens ook zelf een televisieprogramma gehad bij de People's Voice. Daar kunnen we het ook nog over hebben met hem. Dus het wordt denk ik een hele interessante aflevering. Volgende week donderdag 12 november. Zelfde tijd, zelfde station, zelfde zender. CCN. Ja, donderdagavond om 8 uur. En dan over 2 weken heb ik
deze dame te gast. Ze heet Judith Ferry Baker. En zij was de vriendin van Lee Harvey Oswald toen het hele verhaal met John F. Kennedy speelde. Ja, John F. Kennedy was op dat moment getrouwd en had ook al een dochter, een babytje. Maar hij had meerdere scharreltjes, om het zo maar te noemen, meerdere vriendinnen. En daar was Judith één van. En eigenlijk was hij een geheime agent, een CIA-agent, die Judith heeft geworven voor een bepaalde opdracht. Maar goed, dat gaat ze volgende, gaat ze over twee weken allemaal zelf wel vertellen. Ik heb inmiddels een iets andere kijk op wat er echt gebeurd is met JFK. Dus dat wordt misschien spannend om te horen hoe zij dat ziet. Misschien dat ze het volledig niet met me eens is. En dan ontstaat er een spannende dialoog. Maar dat is niet de hoofdmoot van het verhaal. Hoofdmoot is dat zij haar verhaal kan doen over wat ze precies allemaal heeft gedaan. Ze is ook gerekruteerd door de CIA. En haar opdracht was om Fidel Castro te vermoorden. Met een soort chemisch goedje. Waardoor hij ernstig ziek zou worden en kanker zou krijgen. Dat was het idee. Dat was haar opdracht. Nou, daar gaat ze volgende week over vertellen. Ze heeft er ook een boek over geschreven. Me en Lee. Dat rijmt natuurlijk heel mooi. Wij vinden dat je eerst iemand anders voorop moet zetten en dan jezelf. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. En zo zag ze eruit in die tijd. Ja, was een meisje van 19. En hier zie je Lee Harvey Oswald. Hij was toen 23 volgens mij. En die hebben samen iets gehad. Nou, dat gaat ze ook wel vertellen. En ze is nog steeds, voelt ze heel veel liefde voor hem. Heel bijzonder. Ja, en zij was ook aanwezig in Kopenhagen. Zij heeft ook een verhaal gehouden. En dat heeft mij wel geraakt. Ik vond dat ze het heel integer deed. Er gaan heel veel geruchten over haar, dat het allemaal nep zou zijn en onzin. Nou goed, dat mag je zelf uitmaken. Als je over twee weken kijkt, dus 19 november, naar Pateo Televisie live bij CCN, dan kun je het van eerste hand meemaken. En mocht je vragen hebben voor haar, en dat geldt ook voor Mark, dan kun je me altijd mailen. Hè? Dan kan ik dat meenemen in mijn interview, want het worden video-interviews. Goed, nou, ik zit ook qua tijd er bijna doorheen. Ik dank je hartelijk voor het kijken naar Pateo Televisie, uitgezonden via CCN, Conscious Consumer Network TV. Ik hoop dat je het interessant vond, ik hoop dat je het belangrijk vond. Mocht dat zo zijn, vertel het dan ook aan anderen dat er zoiets is als internettelevisie, wat een tegenhanger biedt voor de mainstream televisie, waar volgens mij steeds meer propaganda en eenzijdige berichtgeving op komt. Als je alleen al kijkt hoe het nu gaat rond het vliegtuig wat in de Sinaï tegen de grond is geslagen, of op de pletter is gevallen, en de berichtgeving vanuit met name de USA, wat zeer pretentieus is en buitengewoon voorbarig en allerlei dingen roept. Precies zoals het bij MH17 verhaal was, toen werd er ook onmiddellijk van alles geroepen, zonder dat er ook maar enig bewijs voor gekomen, nog steeds niet. Nou, dat gebeurt nu weer. Dus ik denk dat het verhaal wel eens iets anders kan zijn dan ons nu wordt voorgeschoten door de mainstream media vanuit het Westen. En ik ben heel blij dat er een onafhankelijke zender is, internettelevisiezender, die hier aandacht aan besteedt. Niet alleen aan dit verhaal, maar aan heel veel andere zaken. Want het vrije woord is in onderdrukking. Als je kijkt wat er in Turkije gebeurde vlak voor de verkiezingen en hoe daar de kritische media letterlijk geïntimideerd en uiteindelijk platgelegd zijn en overgenomen. Nou, dat is in Nederland is dat al heel lang gebeurd, alleen stilzwijgen, niemand heeft het door. Maar je vindt geen kritisch geluid meer in de mainstream media over het zogenaamde Koningshuis, over de zogenaamde regering, wat natuurlijk allemaal marionetten zijn, en over welke belangen ook grote bedrijven. Kritische geluiden over hoe wij voor de gek worden gehouden, zijn er niet meer in de mainstream media. Ook de actualiteitenrubrieken, dat noemen ze allemaal maar op, daar worden bepaalde onderwerpen niet in besproken. Ja, er is een taboe op de waarheid. Nou, gelukkig is hier geen enkel taboe bij CCN. Ik mag zeggen wat ik wil, ik word niet gecensureerd. Ik mag me kritisch uitlaten over wat dan ook. En dat is denk ik het goede. Er wordt van tevoren niks afgestemd, ook niet met de anderen, over wat er verteld wordt daarover. Dus voor iedereen een verrassing wat ik zeg en wat de anderen zeggen. En dat is ook goed. Dat is ook goed, denk ik. Dat is echt het vrije woord. Dus steun je het vrije woord en wil je niet dat alles volledig propaganda wordt, dan is het belangrijk dat je CCN een kans geeft om door te gaan. Dit jaar is het een beetje houtje touwtje in elkaar gezet. Het werkt, het functioneert, het is prima. Het is denk ik een enorme prestatie is geleverd.
Maar CCN heeft de ambitie om het volgend jaar nog professioneler neer te zetten. En daar is geld voor nodig. Niks is gratis in deze wereld. Er is inmiddels een campagne gestart. 60.000 euro, of dollar geloof ik, moet ik het goed zeggen, is de target. En er wordt ook allerlei hardware voor aangeschaft, want dat is ook nodig. Ja, een eigen server, zodat de boel wat stabieler wordt. Want ja, zoals je misschien kunt begrijpen, de mainstream, de powers that should not be, om ze zo maar even te noemen, de mensen die proberen de baas te spelen, zijn natuurlijk niet blij met de uitermate kritische en vooral zeer to the point manier van brengen van informatie door mijn collega's en hopelijk ook door mij bij CCN. Dus wij liggen letterlijk en figuurlijk onder vuur. Om ons daar beter tegen te beschermen, is geld nodig voor betere apparatuur. En daarom is er een campagne gestart. Wil je CCN ook volgend jaar op internet zien? En je kunt wat missen. Wat je ook maar kunt missen. Alles is welkom. Op die manier proberen we het volgend jaar nog beter te doen dan dit jaar. Maar ik wil nu al zeggen dat het een enorme prestatie is dat een platform als CCN nog steeds bestaat. Want ter vergelijking, ik heb het ook in mijn nieuwsbrief aangegeven, Engelstalige nieuwsbrief, kun je op mijn website wel vinden. Er was 2 miljoen dollar binnengehaald door de People's Voice. En na een maand begon het alweer om geld te vragen. Dus toen was het geld alweer bijna op. En na een half jaar ongeveer stopte het. Dus met veel minder geld is CCN nu al veel langer in de lucht. En ik denk ook dat de kwaliteit veel hoger is. Maar goed, dat is aan jou, aan het publiek, om dat te beoordelen. Goed, ik stop met praten, want mijn tijd is nu echt op. Dank voor het kijken. Hopelijk kom je volgende week weer. En vind je dit belangrijk? Vertel het in ieder geval door. Dat er zoiets is als Pateo TV, als CCN. Zodat er meer en meer mensen gaan kijken. Voor nu, dank je wel. Namaste. The pursuit of a free, fair, just, sustainable world should be the focus of every person on our planet. The reason it is not is because people are kept distracted by the illusions and deceit propagated by the corporately controlled mainstream media. In recent years, the rise in truly informed, savvy researchers and journalists who have all taken to the air in various capacities has given rise to a new genre of media. We have seen the explosion of truly free and independent media, and thus the need to create an ethical live broadcast network that facilitated these brave and tireless souls became apparent. With a great amount of research and meticulous planning, Conscious Consumer Network was created. CCN is a first of its kind broadcast network that is specifically dedicated to free and independent media with absolutely no government control, corporate sponsorship, or advertising. The Live Broadcast Network runs full time with an average of 25 shows and live broadcasts a week. The high definition live stream is free to view and is accessible from any computer terminal with online access, including laptops, tablets, smartphones, and smart TVs. All shows are archived onto YouTube and are freely available to view in order to educate and inform as many as we can without imposing monetary limitations. CCN was successfully launched on the 1st of January 2015 and has gone from strength to strength as we have improved and increased the capacities and functionalities of the network, as well as an ever-rotating and improving lineup of content which is broadcast daily. CCN is blessed to be the home of some of the hardest-hitting, most cutting-edge, truly educational and informative materials. Catch interviews, reviews and talk shows from the many different and beautiful perspectives from CCN's family of interviewers and broadcasters. Since the 1st of January 2015, we have produced over 800 shows. We have over 2 million YouTube minutes watched every month, and we have an average of 1 million hits a day on CCN's website. CCN is viewed in over 147 different countries and hosts broadcasters from 5 different continents. The time has now come to generate funding to keep CCN on the air for the duration of 2016. The total sum needed to continue broadcasting for 2016 is $60,000.
This budget includes the replacement of computer equipment, the acquisition of secure servers, which are most needed as we keep getting hacked, plus the renewal of the broadcast license fee for 2016. This is a fraction of the annual budget used by mainstream media networks producing a similar quantity of content. This is what makes CCN so successful, unique, and accessible, is the ability to run a project of this size and reach on such minimal resources. CCN does not claim ownership over any of the material we produce and broadcast, as we firmly believe that information is the common heritage of all beings, and thus, CCN belongs to you, the public, and it is up to you all to keep CCN going. CCN would like to thank those who have contributed to the network in the past with resources, content, information, time, and energy. We thank you for supporting free and independent media.